Ik ben net aan het repeteren geweest. Hoe denk je dat het zal gaan vanavond? Nou, ik geloof wel dat het goed zal gaan, ja. Vind je, ik heb iedereen die ik sprak, die vond het zo leuk dat er ook een debutant bij was. En die debutant ben jij. Hoe vind je het zelf? Nou, dat vind ik zelf. Ik vind het een hele spectaculaire manier om te debuteren op deze wijze. Hè? Ook, ik geloof dat ik ook meer contact kan krijgen met de mensen op deze manier. Dus in eigen persoon. En dat ze ook mijn stem erbij horen. Wat wel wat dus bij de tekst zelf dus misschien een nieuwe dimensie toe kan voegen. Ik geloof er wel in die orale traditie. Uit drie luidsprekers tegelijk Sunny Boy. Het ene moment lachend als een kind. Blij met zijn fluitje van een cent. Dan plotseling als hij dieper in zijn tas met tranen kijkt huilend. Een oude man, een baardje en een bolhoed. Die bijna verontschuldigend in de microfoon mompelt. I'm Sunny Boy Williamson. En ik denk aan de 2 minuten stilte die we voor hem hielden op het Richmond Jazz Festival 1965. I'm gonna make London my hometown, for sure. En ik kan hem geen ongelijk geven. Denk het aan Mark die op zijn kamer in Notting Hill Gate, met de spuit in zijn arm, tussen 2 kotskrampen door, plotseling begon te praten over de schoonheid die schuilt in en achter iedere regel van Shakespeare. Terwijl ik me in opperste verbazing zat af te vragen wat die zouteloze foto van koningin Elisabeth boven de kachel deed. Zo, wat praat ik netjes daar, hè? Otte nooie. Dames en heren, u zag een fragment van de film Mijn leven als Deelde van Bob Visser en Michael Barzilay in 2013. U zag Jules met Budding. Dat overhemd heeft hij nog steeds, fluisterde hij net toe. Ja, dat overhemd heb ik absoluut nog steeds, dat bloemetjes overhemd. Ik had dat eigenlijk mee moeten nemen eigenlijk. Dat heb ik nog steeds. En ik moet zeggen, het past me ook nog steeds. Het staat hem ook nog eens goed. In 2005 kreeg Jules... Dat was toen het, toen bloemetjes over hem. Dat was het toen, weet je wel, wauw. Ja. Maar toch heel smaakvol. Als dit vaker voorkomt, dan hebben we een soort... Wat een tijden, hè? Woord. Dat is, en dat woord noemen we Sparta. En als we Sparta zeggen, of een paar mensen hier uit de zaal... Je weet wat zeggen, ze... Dan houdt hij zijn mond. Ja, dat wil ik dan toch wel even kijken. Je weet waar Sparta voor stond, hè? Ja, vroeger althans. Schop poten, armen en ribben tot appelmoes. Ja, ook een gedicht. Ik doe even mijn introductie. Deze microfoon kan even iets zachter. In 2005 kreeg jij de Tollensprijs. En dat is behoorlijk geruisloos voorbij gegaan. En ik geloof ook niet dat het bijbehorende geldbedrag... de gage van Jules voor een uurtje plaatjes draaien oversteeg. Maar er is wel iets blijven hangen van die uitreiking. En dat was een speech die Kees Fens voor jou deed. En Kees Fens, die over het debuut van jouw Gloria Sartoria nogal zuinigjes schreef, over gezwollen modieusheden en te veel bijvoeglijke naamwoorden, die hoorde ooit op de radio hoe jij korte verhalen voorlas over de manier waarop jazzmuzici de pijp uitgingen. En Fens lag vervolgens de schuddebuiken in zijn bed. Hij hoorde naar eigen zeggen een doodgraver die om zijn eigen bezigheden moest lachen. En Fens begon het werk van Deelde te verzamelen dat hij poëzie op het randje van leven en dood noemde. Schaamteloos directe tegenpoëzie met onvervalste humor, voorgedragen met een onvoltroffen stemgeluid. Kees Fens is inmiddels overleden, maar hij eindigde zijn speech toen met de zin: als Jules Deelde over jaren, vele jaren burgemeester van het nachtrijk van de dood is geworden, dan zullen zijn gedichten definitief gaan zwijgen. Volgens mij was Fens bang dat met jouw stemgeluid de gedichten mee zouden verdwijnen, maar dat denk ik niet. De poëzie, en dat gaan we vanavond zien, van Jules is en blijft overal. In de pronkast van chique uitgevershuizen aan een of andere gracht achter een of andere gevel of gevel. Aan de binnenweg, op langspeelplaten, jaarverslagen, in stripboeken, speelfilms, in de hoofden van alle Rotterdammers, in de kasten van de poëzieliefhebbers, op de flanken van vuilniswagens, op geboortekaartjes van nieuwe kleine Aries, op posters, t-shirts en op Rotterdam mokken. Wat we vanavond gaan doen, dat trekken we ongeveer 1,5 uur voor uit. Dat gaan we halen. Wow, denk ik wel. Gaan we het over poëzie hebben, maar wat we vooral willen laten zien... Niet te veel. We gaan het een beetje over poëzie halen. Maar we gaan vooral laten zien hoe iemand met een uit duizenden herkenbare eigen gereidheid zich moeiteloos en niet zonder plezier, dat is belangrijk,
lijkt te bewegen in de wereld van de literatuur, de kunst, de muziek, theater, film, reclame en het nachtleven. Niet alles passeert de revue, dat moet ik u alvast eerlijk bekennen, want een complete deelde avond, ben ik wel achtergekomen, duurt een week of 6. Maar wij zijn in ieder geval bevoorrecht. We gaan een avond op pad met jou. Met de ultieme neocomiek die hetzelfde ziet als wij, maar dan zo zoals nog nooit iemand het zag. En dat moet ik er wel even bij zeggen, nota bene op het Poet International Festival. Het festival waarvan de activiteiten zich volgens Jules al enige tijd aan de waarneming van het publiek lijken te onttrekken. Ja, ja. Dat is wel een tijd zo geweest, ja. Maar eigenlijk, terwijl het vroeger was het dus, nou, werd het groot aangepakt. En toen werd het steeds meer, ja. En toen hoorde ik op een gegeven moment dat het ook, dan konden de mensen na afloop betalen wat ze het waard vonden of zoiets. Hè? Ja, hoe wil je die? Ja, dat was, dan ben je toch wel in diepe wanhoop verzonken. Als je... wat heb je gehad? Drie knopen? He? Ik zou hier echt een waanzinnige avond aan gehad hebben. Nee, dat kreeg ik al. Ja, de mensen kenden ze na afloop, kenden ze geen van of ze het, als ze het leuk vonden. Ja, nou, daar ben je bij Nederlanders aan het verkeerde adres volgens mij. Nou, vanavond hadden we goed geboerd, maar we zijn ook niet voor niks vanaf gestapt inderdaad weer. Ja, natuurlijk, zo is het. Kijk, we zagen net een stukje uit jouw film trouwens. Jij zei net al, oh, dan komt hij weer aan met die film. Oh ja, welk, ja. Die we net lieten zien. Ja, met Kees Pudding. Ja, Kees Pudding. Ja. Carré. Maar dat was wel het ultieme begin, volgens mij, voor jou. Ja. Het ultieme begin niet. Dat was natuurlijk hier plaatselijk. Waaronder ook nog... weet je wel, ja. Dat zijn van die stereotype dingen dan... Maar plaatselijke grafische talent. Die hebben dan de expositie. En dat wordt dan geopend door een dichter. Weet je wel? Dichter opent tentoonstelling. Ik weet nog wel, een keer van Hans Wap. Ja. Hans, die had dan een Hans Wap. Oh ja, oké, okay, ja, die heb ik helaas. Hans Wap, bij een hoop van u toch wel bekend, denk ik. Je had een expositie in de Pijp. Nou, de Pijp, dat was dus in onze gedachten. Daar klopte het creatieve hart van artistiek Rotterdam. Daar. En dus, oké, ja, Hans had mij gevraagd, wil ik, ja, oké, ja, dat wil ik wel doen. En dan had ik dat gedicht van over Charlie Chaplin, ja. Die dan één keer per jaar een steven krijgt. En hij maakt het weer, ten nauwe nood of bijna. Als dit niet is, action poet, weer een traag verwijnde lijken geur, dan weet ik het niet meer. Te meer daar tv-camera's er niet om liegen. Daarom tegenstrevers, vijf lendentrappen, militaire dubbel. Want klaarkomen, ook dit is een actie slechts gevoelsmatig te definiëren. Nou, dat deed ik daar dus. En ik stond gelijk weer buiten. Zo. Ja, want die koor die zegt, ja, op die smeerpijperij zit je weer niet te wachten. En even later kon die Hans Wap kon ook gelijk zijn schilderijtjes inpakken. Hans, dat was mijn vrij succesvol geworden. Met het kloppend hart van de artistiek Rotterdam. Ja, dus, ja, ja, ja. Dus toen dacht je, dat ga ik eens in Carré in Amsterdam proberen. Nou, nee, ik had toen wat geschreven. En dat ging ook, daar kwam ook een rokertje in voor en zo. En, ja. Ja, dat wist hij in die tijd. Dan moest hij bij Simon VTA, moest hij dan zijn. Ja. Die ik ook niet kende, Simon VTA. Dus heb ik dat gedicht, dat was een lang gedicht. Cloud Nine heette dat, en dan volop blowen en la la la, weet je, tuurlijk. En ik wou dat toch ook laten lezen door iemand die niet in mijn onmiddellijke, weet je wel. Ja. Maar iemand die daar met enige... En kennis van en zaken. Niet gelijk naar de kit liep om je aan te geven, bij wijze van spreken. Nou, dan moest ik bij Simon VTA zijn. Dat wist ik. Dus had ik dat gedicht naar hem toegestuurd. Nou, ook 3 dagen later had ik een brief van hem terug van de Babel. En of ik mij mee wilde doen aan dat Poëzie in Carré. Ja. Ja, dat heb ik natuurlijk gelijk ja gezegd. Maar ik vroeg me toch wel af... van toen ik daar rond, wat doe ik hier, weet je wel? Ja, aanvankelijk, hè? Dat het Roland Holst, weet ik veel, man, Ed hoort niks en noem maar op, man, die deed, hè? Ja, die zijn nou allemaal natuurlijk allemaal kastjefrik allemaal. Weet je, maar iedere keer als er weer één doodgaat, dan word ik weer meerwaard, hè? Zo moet je het ook zien, hè? Het is een diepte-investering eigenlijk.
gebleken achteraf, ja. Maar daar was ook Johnny de S uit... Johnny, tuurlijk. Johnny was... kijk, het mooie is dat... Kijk, de bezigerbij. Hè? Ja? Onze uitgeverij. Onze alle uitgeverij. Ja. Zeker de mijne. Die is begonnen op 12 december 1944. En jij bent van? Ik ben geboren op 24 november 1944. En Johnny was geboren op 12 november 1944. Kijk. Dus dat was... Ja. Oké. Okay. Ja, Johnny... Maar ik ben nog steeds... Kijk, de bezigerbij viert dus min of meer ook dit jaar... zijn 70-jarig jubileum. En dat was al toen ze 25 jaar... Ja, 25 jaar... Moet je nagaan, hè. Het 25 jaar jubileum was ik erbij. Ja. Was ik even oud als en dus nou ben ik er nog bij. Ze zullen ook wel denken, daar komen we nooit meer vanaf van die deelden. Ik heb ook wel eens... dat staat bij mij. Kijk, heb je dat gezien voorin? Dat imprint. Kijk, jongelui. Er staat dus... Leest en huivert. Het is heel kort. Hier. Jij deelde vrijwel alle gedichten. Er staat 2014. De bezige bij... Rotterdam. Ja. Dat heeft er echt maar één iemand voor elkaar gekregen. Ja, oké, okay, ja. Maar ja, ze begonnen... Ik zag toen tegen die Robert Amelink, ze zei... Joh, waarom begin je geen filiaal in Rotterdam? Ja. Al is het maar een brievenbus, weet je wel. Ja, daar zijn we heel goed in, toch? Hè? Die brievenbus-ding. Dat is het belastingparadijs. Dus, al is het maar een brievenbus. Dat is symbolisch, weet je wel. In Rotterdam, joh. Dus ik zeg, dan zou je de enige... Dan zou je de eerste zijn. En ik zeg, daar ben ik eigenlijk van de bezige bij wel gewend. Want vroeger waren ze overal de eerste mee. Zeg, maar dat is ook wel een tijdje terug. Maar ja, oké. Okay, toen heb ik uiteindelijk dit bedongen. En ja, toen zijn ze wel een filiaal begonnen in Antwerpen. Dat wel. Ja. Iets te ver. Ik wil nog een ander filmpje laten zien. Joh. Dat gaat de hele avond zo door. Joh. En dat is een filmpje en dat gaat over reclames. Over reclames. Okay. Belt de laatste een krotenkoker van zijn reclamebureau of ik het zag zitten om leg en lichte borrel aan te prijzen. Ik zeg, wat schuift het? Hij zegt 20 ruggen. Legner, lekker, niet te weinig. Milde, lichte borrel. Robijn doet de was bij. Goeienacht. Tot op heden de wasmiddelen commercial. Nee, wij gaan van dat nee een ja maken. In het zwart. Ik vind zwart gewoon mooi, joh. Ik had ook zwarte luiers. Door een rot. In de nacht. Zwarte muziek vind ik ook het beste. Is die toevallig of is die niet toevallig? Als je het goed bekijkt, ben ik eigenlijk zwart. Wat je noemt een gepelde neger. Het is toch zo dat de zwarte kant van het leven toch vaak de interessantste kant ook is, hè? Zou u met zo'n bril de straat op durven? Ik wel. U niet. En daarom kunt u bij Pearl kiezen uit 1000 andere motoren. Als wij uit Rotterdam vertrekken, vertrekken wij van Rotterdam. Hier kan je je wagen tenminste nog fatsoenlijk parkeren. En niet 16 voetbalvelden verderop. Je kan overal gewoon doorlopen. Want wachten, daar hebben wij geen tijd voor in Rotterdam. Ja, en als straks terugkom heb je zo je koffer, want ze landen hier over de deur. En niet bij Pier 67 vlakbij Tirol. En de vliegen met Basic Air. Was ook nog eens geen drol. Gassen Jaap. Gassen Jaap. Ja. Gassen Jaap. Ja. Hij komt er niet uit. U misschien. U moet ze gewoon proeven, die j*** van dit. Een onbegrijpelijk lekker zelfs. Maar waar smaakt het toch naar? Daar hadden we ook nog kwestie over gehad, want ik zei dat het moest zijn... Ik wou zeggen, daar in plaats van onbegrijpelijk lekker zoutje, een achterlijk lekker zoutje. Ja? Ja. Maar dat hebben ze afgewezen. Die betekenis, zoals wij die hier dus kennen, dat een achterlijk lekker zoutje, dat een ontzettend lekker zoutje, weet je wel? Daar hebben die gasten dan twijfel. Ja, dat kennen ze dan niet, die betekenis. Ik vind het ineens normaal niet dus drinken, ontzettend. En ik zeg nou, maar dan, kijk, voor de mensen die dat even wel niet zo zien, dan is het toch aardig in verband met die gek. Ja. Die we hebben, hè? Ja, dat ging, ja, nee. Dus dat hebben we toen nog even uitgesteld. Dat. Maar dat was het eerste commercial die ik deed met Johnny toen. Ja, die hebben we lang naar gezocht.
Zo. Het was erg lastig om daar een kopie van te vinden. En uiteindelijk zeiden ze dat er nog één kopie te vinden was in Nederland. En die lag, en dat moet jij misschien even ophelderen, in een kluis in de kelder van Ivonieën. Zo'n filmpje, kijk, zo'n reclamefilmpje, dat wordt gemaakt. Maar waar zijn de rechten van zo'n filmpje? Waar liggen die, bij het reclamebureau? Of? Bij Ivonieën. Ja, maar oké, dan moet Ivonieën wat met dat reclamebureau te maken hebben. Die dat op de een of andere manier. Ja, oké. Nou, Ivo, ik wens je geluk met dit collectors item. Dat je ongetwijfeld op de eBay of hoe heet dat, wil je dat ontzettende, stondvervelende internet, kan je dat misschien nog wel slijten aan een of andere, hè? Een collectors item, het enige kopie die er is en zo. Maar het is ook heel slecht als je het terugziet, natuurlijk. Maar dat achterlijk lekker zoutje, dat was toch ja. Maar je ziet, het kent toch met die reclame van die Pearl, dat vind ik goed. Ja. Dan kan je toch zien dat het een soort van anti-reclame is. Kan toch de beste zijn. Ja, ook dat, dat filmpje, maar dat is volgens mij ook van de buis gehaald. Dat filmpje wat we even lieten zien over dat Airport Rotterdam. Nou, dat je even maar 1 maand gedraaid. Schiphol zei van, dat moet eraf. Want dat was ook maar voor kennelijk voor 1 maand. Maar ja, nee, dat had een beetje veel... Terwijl Schiphol er helemaal niet in wordt genoemd. Nee. Weet je wel? Met name niet. Nee. En bedoel, uiteindelijk heb Schiphol ook aandelen in wat nou ineens de Heek Rotterdam Airport heet. Ik denk, die Hagenezen die komen ook weer ontzettend goedkoop ineens aan de vliegveld, weet je wel. Ja, die hebben daar geen stuiver voor betaald, weet je wel. Maar had je het dan ook gedaan, als het Rotterdam de Heek Airport was, had je het reclame dan ook gedaan? Nee, want het was niet voor, het was gewoon voor die maatschappij, hoe heet die... Nou, geen Aeroflot, maar... Ja, of weet ik veel. Ja, tuurlijk. Nee, maar ik vond het leuk, want ik maakte toch wel even van gassen, Jaap. Dat was een toevoeging, denk ik, duidelijk. Maar de eerstvolgende keer daarna, dat uitgezonden was, dat ik op Schiphol was, en dat ik ergens naartoe ging, dat vliegend personeel wat ik tegenkwam onderweg naar de vliegveld, gassen, Jaap! Ja, en de familie Kwakman is er nog steeds een zeer gevleugelde uitdrukking. Zelfs mijn kinderen die dat filmpje nooit gezien hebben, die roepen achter een auto wat de gassenjapers weg. Kijk. Het is een klassieker, hoor. Kijk, ja. Maar als ik jou die films zie doen, dan denk je, ja, natuurlijk, je doet dat omdat je er een hoop geld voor krijgt. Maar volgens mij doe je het ook omdat je het ontzettend leuk vond. Nou, kijk, zeker die wasmiddelenreclame. Kijk, wat is nou, als je dat ziet, vervelender dan die wasmiddelenreclames? Maar ik kreeg daar toch een soort... Ik kon het heel goed vinden met die regisseur. En denk, ja, het moest over zwart gaan. Ja. Maar dat hele verhaal wat ik daar hou, weet je wel... Dat was helemaal à l'improvise. Ja, en daar hebben ze, geloof ik, weet ik veel... 4 verschillende cuts van kunnen maken. Want, weet je wel? Over zwart en ook dat ik nou strijkonderricht geef aan die huisvrouwen. Van ja, dames wel, aan de binnenkant strijken en zo. Dat hele, weet je wel? Dat was ook hartstikke leuk, maar ik kon gewoon zeggen wat ik wilde, weet je wel. Het was niet dat iemand anders dan opschrijft, ik ging gewoon mijn eigen gang, ik kreeg carte blanche. Ja. Maar denk je dat jij de eerste dichter was die ooit in een reclamefilmpje zat? Nou, omdat Johnny van Doorn was al heel oud. Ja, dat was oud. Nou, kijk, daar zaten we dan samen. Ik bedoel, daarvoor heb ik... dat was de eerste reclame die ik deed met Johnny toen. En dat is al heel lang, inderdaad al ontzettend lang geleden. Dat moet wel voor de Eerste Wereldoorlog zijn geweest. Ongeveer. daarna heb ik er ook nog een voor McDonald's gedaan. Ja, die was ook zo goed. Helemaal gemist, die. Ja, jammer. Ja, want dan kom ik ergens aanlopen en dan hoor je ineens zo'n stem van... de Big Mac, kost me het zo. Dan zeg ik alleen maar gefeliciteerd en dan loop ik door. Weet je, want dan ga ik helemaal niet naar binnen om zo'n ding... daar hadden ze een hele draaidag daarvoor. Weet je, we kwamen daar, was ik klaar. Ja, een hele draaidag voor gereserveerd en eventueel ook nog uitwijken mogen naar de volgende dag. Alleen, we waren in 10 minuten klaar, weet je wel. Kan er ook niet nog één lachen? Nee, dat deden we niet al. Ja, nee, rot op, we moeten naar de volgende. Ik heb nog een snap. Moesten gingen we naar de volgende snap. Ja, wel gelachen hebben we. Ja, we hebben wel gelachen. Toen ik in... Ik heb geen stuiver opgeleverd uiteindelijk, maar we hebben wel gelachen. Nou, dat laatste geloof ik niet, maar... Nee, ja, wat het heeft opgeleverd werd... Verbrast, ter plekke. Tuurlijk.
Dan is geld het leukste om het uit te geven. Toch? Toen ik net bij Poetry werkte, werd een boek van jou uitgegeven. Rotown Magic was toen vertaald in allerlei talen. Ja, bij uitgeverij Douane. De presentatie was hier in de Schouwburg bij Poetry. En ik was net nieuw en vers, dus ik kocht een exemplaar. En ik wilde dat door jou laten signeren. Ja. Ik gaf dat aan jou en jij keek mij zo aan. Ik zei wie ik was. En toen zei je, Kwakkemans, zeg je. En je gooit het maar zo toe. Dus ik dacht, nou, Dilder en Poetry, volgens mij is dat niet zo best. Maar toen kwam ik later in de archieven van Poetry een brief tegen die jij ooit aan festivaloprichter Martin Mooi schreef. En toen zag ik het Kwakkemans in een heel ander licht. Dat is namelijk deze brief. Zou jij die willen voorlezen? Ja, die wil ik wel voorlezen. Geachte heer Dooi. In antwoord op uw zwijgen, ter dato 18 november jongsleden, waarin vervat een invitatie tot deelname aan een zogenaamde dichtersavond, die ijs en wederdienende zal plaatsgrijpen op 18 stemgember aanstaande, en waarvoor reeds werden genoot Cor de Zak, C. Pudding, Johannes Volkoren, Fritsie de Darmen van de Scheet, Rutger Stropdas, Misha de Tweede en Drieke Zandevi, kan ik u tot mijn onuitsprekelijke blijde boodschap mededeelderen dat ook ik, sick voor het geboden aquarium, ad 150 gulden, cash toch zeker cash, bereid ben uit mijn ivoren toren neder te dalen, ten einde boer, burger en buitenlied met een grote zaal om de lantaarn te slaan. U bent gewaarschuwd, verzachtend, Jules Delden. Ja, niet slecht. Wacht, hier dood. Ja, Drieke Zandijvie. Fritsie de Darmen van de Scheet. Ja. Ja, toch klopte dat wel zo ongeveer. Hè? Die Harmse. Ja. Die had moeite met. Maar dit was ergens in 1970. Dit was echt aan het begin van het festival. Dus jij bent helemaal bij het begin van het festival absoluut betrokken geweest. Nou, toen die Adriaan van der Staaij hier kwam, weet je wel? Ja. He, als baas van de kunststichting. Ja. Die heeft dat, en toen is dat geïnitieerd. En toen, die was zo, die man die komt hier, dus ja, die weet niks. Die heeft toen iedereen waarvan hij kon achterhalen dat hij op enige lijst serieus wijze met schrijven bezig was. Mm-hmm. In de regio, of hoe ze dat ook mogen noemen. De wijk, of de, weet je wel, in Rotterdam. En om, grote die vroeg Rijnmond die toen allemaal om daar bijeen te komen, daar in die doelen, om daar een vergadering van wat er eventueel mogelijk zou kunnen zijn. Zo is dat begonnen. En toen is dat Poetry eruit gekomen en ook dat filmfestival. Ja. Weet je wel. Maar daar zat jij toen bij? Ja. Dus jij hebt het eigenlijk mee opgericht. En Bob de Uil en zo. En omdat ik ook, ja, ik stond, dat, toen waren er misschien, en nou komt er een boek uit met 80 Rotterdamse dichters. Hè? Maar toen kon je er met de grootste wil van de wereld nog geen 8 bij elkaar vinden hier. Dus dat is ook belangrijk verbeterd. Hoewel, zou de poëzie ook verbeterd zijn? Nee. Dat wordt aanstaande zaterdag wordt dat hier gepresenteerd. Misschien als je er 80 hebt, dan moet er toch wel 1 bij zitten. Die, 2 of 5 of 10 misschien wel. Okay. Misschien gaat het wel heel goed. 80 Rotterdamse dichters. Hey, hallo. Over inflatie gesproken. Maar daar ben je dus mede schuldig aan geweest. Want waarom? Je hebt mede opgericht hier, dat festival. En dat festival is zo succesvol geworden dat 80 dichters uitrollen. Ja, maar dat komt niet door. Ja, maar dat komt ook zeker van de Rotterdamavond van Poetry International. Tuurlijk. Dan. Ja. Die prachtige voorstelling. Folkloristische voorstelling, ja. Ja, nee. Nee, vader. Zo zijn we niet getrouwd. Je hebt hier 9 keer gestaan op het festival. 9 keer? Nee, ja, op een gegeven moment kan je dat niet meer bijhouden, joh. Wij op een gegeven moment bij dat gaan, dan denk je van, ja, 1, 2, 3, veel. Ja. Maar dat zijn er niet veel, want dan kom je in het rijtje Schierbeek, Budding, Kopland, Kouwenaar. Dat zijn de mensen die zo vaak hebben gestaan. En jij? Oh ja? En hoe ligt die verhouding? Heb je dat statistisch uitgezocht? Ja, jij net iets minder dan. Iets minder, hè? Iets minder dan Kopland en Kouwenaar, dat wel. Ja, ja. Rutger Stropdas, ja, dat was toen niet weg te slaan. Hè. Daar ben ik ook nog mee in Indonesië geweest. Ja. Met Rutger Stropdas. En natuurlijk met Remco en Bert Schierbeek ook. Ook trouwens in Amerika ook. Joh. Ja, daar leer je elkaar toen een beetje beter. Hè, als je met elkaar op reis gaat, ja, dat is altijd. En ik weet,
God hebben zijn ziel, want die schijnt ook al dood. Edgar Cairo, die is ook dood, hè? Ja. Ja, oké, okay, God hebben zijn ziel. Maar dat was een neger. En die had een trommel bij zich. En dat was, nou, er zijn er maar een paar op de wereld. Negers die niet zwingen. Er zijn er maar een paar. Hij was daar één van. Maar omdat hij natuurlijk ook gek gemaakt door natuurlijk al die praatjes van... Ja, nee, die mensen is het aangeboren en zo, weet je wel. Was hij zo. Dus ja, hij zat de hele tijd op dat ding, weet je wel. Terwijl er geen... Het was werkelijk niet om aan te horen. Maar niemand durfde dat tegen hem te zeggen. Van, ja, joh, rot op, joh. Je bent een neger die niet swingt. We hebben toch wel met hem gelachen, want hij was wel zo slim. Nou... Daar in dat Indonesië, nou, als er één kloot zich koloniaal gedroeg, dan was hij het, weet je wel. Tegen die gasten, die Rick zou die horen. Ja, hij zei, ja, dat zijn ze gewend, dan moet je een beetje... Geweldig, ja, vreselijk gelach. Maar hij was wel zo slim, als je in een vreemde stad komt, moet je altijd naar vriendschap min of meer, of een connectie maken met een taxichauffeur. Uiteraard, weet je wel. Ja. Die weten alles wat hier aan de gang. Dat, en dat werkt ook, feilloos. En hij had ook, die gast, ja, al deed hij, weet je, dat die kunnen leren zo onbeschoft zo in, tegen die gozer. Maar dat vonden die gasten, ze vonden het nog, het klopte wat hij zei. Hij zei, ja, dat zijn ze gewend. Ja. Ja, het klopt ook. Ja, dat vond ik wel een interessante, maar later schijnt hij toch een beetje... ja, toen had hij ook weer dat hij een tijd dat hij ook dacht dat hij Jezus was en zo. Ja, dat is een soort van laatste stadium natuurlijk dan, hè? Ja. Ja, jongens, zodra je merkt dat ik denk dat ik Jezus ben, jongens, wil iemand hem dan waarschuwen? Wil me dan een spuitje geven? Jij hebt natuurlijk, omdat een van de eerste festivals waar jij bij bent, was in 72 al. Dus je hebt ook dichters ontmoet als Pablo Neruda en Jandel. Ja, Pablo Neruda. Oh, daar waren ze allemaal zo zwaar van onder de indruk. We hebben daar even een fragmentje van. Ja, okay. Kijken daarna wat audio. Dus je hoeft niet achterom te kijken. Oh, audio. Die zonne schijnt. Oh, dat is Jandel. Die zonne schijnt onder te gaan. Die Sonne scheint untergegangen. Die Sonne scheint aufzugehen. Die Sonne scheint aufgegangen. Die Sonne scheint. Ja. Nein. Zo gedicht was bij de opening ook. Nein. Nein. Ja, en dat, nein. Voor een Oostenrijker. Nein. Geen nagaan. Nein. Beantwortung von 7 nicht gestellten Fragen. Maar kan je dit herinneren, Jandel? Ja, Jandel, ja. Dat was namelijk voor het eerst dat ik iemand die zich van de Duitse taal bediende, waar ook wat te lachen viel. Ja. Ja. Dat is later ook nog misschien een enkele keer voorgekomen, maar toch niet veel. Toch? Nee, dat is ook met natuurlijk in die Tweede Wereldoorlog ook gebombardeerd, hè? Die Duitse humor ook. Ja, ja. Duitse humor. Ja. Ach ja. En we hebben ook nog... Het is ook... Ja. Ik zie dit aan jullie liggen. Daar zijn we nog helemaal niet aan toe. Maar ik zat er net in te lezen. Ik moest toch van mijn bepaalde... Lees er dadelijk eens terug. Want ik laat nog even... schrikkelijk lachen. Ik laat nog even Neruda horen. Ja. Del aire al aire. Como una red vacía. Y va yo entre las calles. Zeg mij toch minder, want ik versta totaal in Spaans. Y despidiendo en el advenimiento del otoño la moneda extendida de las hojas. Ik kon daar nog wel wat over vertellen. Entre la primavera y las espigas. Ik kende die Neruda wel. Ja. Lo que el más grande amor. Even weg, joh. Ik mag weg van Gilles. Die stond dood. Nee, maar luister, ik kende die Neruda al, want ik was toen ik namelijk Rico Scorsi leerde kennen hier in de stad. Ver daarvoor dus, dat die Neruda hier was, was Riekes namelijk al, die had namelijk ook prachtige vertalingen van Neruda. Ja. En ook van Garcia Lorca trouwens, maar ook van die Neruda. Daar hoorde ik via Riekes dus voor het eerst van Pablo Neruda. Dat waren, en ik kende dus de originele niet, en ook al, ik bedoel, ik ken de Spaanse, dat doet hij. Maar die vertalingen die Riekes had gemaakt,
die klonken fantastisch. Ja. Die waren echt goed. Maar ik weet dat later, is dat die Neruda, is ook in vertalingen hier uitgekomen. Maar dan gebruikten ze volgens mij, weet ik van die Dolle Verroen of zoiets. Dolle Verspoor. Ja, Dolle Verspoor. Die had toen die Neruda vertaald. Nou, ik wist zo al uit mijn blote hoofd dat die vertaling van Riekes dat vele malen overstegen. En waar lag het dan aan? Ja, weet ik veel. Er is nooit aan de bank. Nee, omdat Riekes die zat hier natuurlijk en die is niet ingevoerd bij het vertaalinstituut en bij de dat. En zo is het toch gewoon. Het zit allemaal niet hier. Dus ja, niemand wist daarvan. Gegarandeerd, die waren echt stuk voor stuk veel beter dan die dingen die ik later van die. Ik ken die man Verspoor verder niet. Maar denk je niet dat de vertaling van Riekes dan veel meer op klank waren vertaald, waardoor jij er meer door aangegrepen werd? Nee. Het klonk dus. Ik hoorde het als Nederlandse. Natuurlijk in de vertaling als Nederlandse. Ja nee. Dat is het mooie van poëzie. Ja, het klonk. Het was veel beter. Het was veel meer. Ik vond het veel beter dan die dingen die. Die later, en ook die Garcia Lorca dingen trouwens ook. Zo, dat gedicht van, ik spreek geen Spaans, maar A la cinque de los tardes of zoiets. Om 5:00 in Dit de middag. Dat klonk vrij aardig trouwens. En dan had die Riekes ook een vertaling. Ja, dat vond ik echt indrukwekkend. Maar dat is later, is dat nooit meer, bij die dingen van Riekes is dat nooit meer te sprake gekomen. Dat ik dacht, joh, klootzak, weet je wat, we doen wat met die vertalingen, weet je wel. Maar ja, nee, ja. Jij stond toen ook met Lucebert op het podium? Nou, ik heb Lucebert een keer dat ik hem hoorde lezen en dat ik toen dacht van shit, het lijkt de 19e eeuw wel. Ja. Echt waar, dat vond ik zo. Want ja, kijk, als je die gedichten natuurlijk leest, dan heb je toch in je hoofd, hoor je er een stem bij. Ja. En een manier van, ja toch? Ja, dan hoorde ik de Lucebert en dat was wel zo totaal anders dan wat ik me erbij voorstelde. Ja. Weet je wel, het was gedragen. Terwijl hij natuurlijk, ja, die experimentele, ja, die waren tegen al. Maar toen hij dat voorlas, ja, toen vond ik. Dan had ik een keer, toen hoorde ik een plaatopname van Apollinaire. Ja. Wat? We zijn hier van de straat. Apollinaire. En dat was toch ook een modernist. Mm-hmm. Puur sang. Maar die las ook voor. Ja. En dat was echt alsof hij naar, weet ik veel... Maar dat vond ik net van jou eigenlijk ook wel een beetje, hoor. Ja, dat Carré-stuk. Ja. Je sprak de hele N uit, heel netjes, ja, heel braaf. Ja, dat weet dat weet ik zelf ook wel. Ja. Ja. Daarom denk ik iedere keer, want nu hebben ze weer met het zeikstuk hier, weet je wel. Maar goed, dat doet er niet toe, dat stukje is oké. Maar kijk, je praat gewoon de taal die je om je heen hoort. Ja. Daarover gesproken, want jij stond ook een keer met een dichteres Anne Carson, Canadese dichteres, grote naam. En die hoorde een stroof van jouw gedicht, die hoorde in ieder geval waar het over ging. En toen dacht ze van, dat zou ik graag een keer in het Latijn willen vertalen. Ja, kan je dat nog herinneren? Ja. Is dat? Orakel, ja, dat werd oraculum. Oraculum. Ja. Hé, hallo? Oraculum. Ja, de rest kon ik niet volgen, maar... Zou je die willen voorlezen? Orakel, ja. Orakel. Ik doe even mijn bril af, ja. Soms gewort ons, na het zuigen van rook van geneeskrachtige kruiden, door holle buizen, bij gunstige planetenstand, doorheen het doorgaans zwaar beslagen venster van de geest, achter gindse haarspeldbocht en glimp van wat zich parallel aan deze afspeelt in een wereld, waarin maatconfectie nog een vrome wens... En het woord in de buitengewesten te vuur en te zwaard. En koene ridders in hinderlaag en in het struweel bezijde gebaande paden. Door hele volkstammen onder het slaken van bloed stollende in hun reet genaaid. En naar streng bewaakt recept tot voedzame paté verwerkt. Terwijl ook de levens in het algemeen verre van ideaal te noemen. En arm en rijk gelijkelijk aan pest en cholera te gronden. En het spook van den oorlog allerwegen het laatste oordeel van start. En het mensdom in diepe duisternis. En met vreselijke zweren zijn zweegschaats door sloppen en stegen van stilaan tot
tot gruisverpuinende steden, waar genadeloze terreur het schrikbewind van dagelijks leven in de schaduw van het schavot onophoudelijk koppen rollen, in naam van de gerechtigheid, in werkelijkheid allang de wijk naar veilige orde als de componistenbuurt, waar 1950 nog ongestraft voort en de geschiedenis zich op enkele meters boven de grond als een vertraagde film ontrolt in beklemmende leegte van straten en pleinen, aan wanhopige mannen in witte overhemden voor ramen van erkers in voorkamers, verlossende bommenwerpers, de wurgende zondagsrust, extra benadrukt, kwaadaardig geritsel van buren, het zuizen der waterleidingbuizen en religieus bevlogen hun langzaam in waanzin verzinkende vrouwen zich rond middernachtelijk uur onverhoeds aanstormende sneltreinen werpen of op afgelegen wegkruisingen trawanten van den boze laten bekennen of gemeenschapsschimmige gedaanten in lange lederen jassen in de heilloze portieken twijfelachtig oorlogsverleden. Maar als je ons nou vraagt wat heeft dit te betekenen, luidt het antwoord als sla je ons dood. We hebben net als orakel al moeilijk genoeg en het eind is zoek als we de boel ook nog eens een keertje uit moeten gaan leggen. Ja, hij sprak de passage van dat in de reet genaaid. Dat vond ze wel interessant. Ja, dat was erop gevallen, ja. Dus toen wou zij dat onmiddellijk vertalen. Het publiek heeft het hele gedicht kunnen volgen in het Latijn hierachter. Oraculum, ja, het is een te gekke taal. Maar wat het gekke vind ik nou, kijk, in dat gedicht komen woorden voor, zoals maatconfectie en dat soort dingen. Dat bestond nog niet in de tijd toen het Latijn... Nog dood was. Hè? Oké. Maar zij kan toch kennelijk nu een woord maken uit het dat begrip dekt. Ja. Zo wordt er in het Vaticaan een krant uitgegeven, elke dag, in het Latijn. Waar dit gedicht in staat. Nee, zover heb ik het nog niet, maar het gaat nog komen. Dat zou wel heel mooi zijn. Maar daar zitten ook gasten, en die schrijven ook, dat gaat wel een hoop over religieën. Maar natuurlijk, daar worden ook begrippen die nu normaal zijn, die gasten moeten nieuwe woorden maken. Dat is gewoon levende taal. Oké, juist. Dat wou ik zeggen. Welke taal worden er zo 10 nieuwe woorden per dag bijgemaakt? In het Latijn kennelijk. Dus niks dode taal. Dat was Latijns en Griek. Dat was een onalledaagse en onbekende combinatie, deelde aan Latijn. Ik vond het mooi dat alleen die titel al, Oraculum. Dus wij willen die traditie graag voortzetten om een wat onalledaagse combinatie te doen. Als je aan muziek denkt en het op muziek zetten van poëzie van Deel, denk je natuurlijk vooral aan jazz. En Jules denkt zelf vooral, maakt me niet uit als het me swingt. Dus we kozen voor iets heel anders. We hebben een countertenor gevonden, die doorgaans middeleeuwse madrigalen zingt. Oh, met zo'n... Ja. In Engeland heb je er nog een paar. We hebben daar een elektrisch gitarist aan toegevoegd, die ooit jou als 12-jarig jongen... Kopstem heet toen hij 12 jaar was, heeft hij jou een keer in Middelburg gezien en was diep onder de indruk. Wie? Die countertenor is trouwens ook fan van jou. Sinds die tijd zingt hij zo hoog. En we hebben de Rotterdamse componist Hans Koolmees gevraagd om dat bij elkaar te brengen en een compositie te maken op basis van jouw poëzie. En daar gaan we nu naar luisteren. Oké. Ik ben benieuwd. Op zich is dit al interessant. Yes. Neem er dan ook alle tijd voor natuurlijk. Huh? Moet jij nog wat drinken? Ik zeg geen nee, Bas. Weet jij de combinaties? Is er meer van dit? Luister, kijk. Luister. Eerst ijs. Kijk, en dan doe je de gin daaroverheen. Komkommer. Eerst de gin eroverheen. Zeg jij ho? Ho. Tegen. Dan kom er ook nog even een beetje tonic erbij. Niet te veel. Kijk. 2 vingers tonic. Ja. Over het algemeen moet je aanhouden 1-1. Toch wel. Ga je gang, jongens. Staat ik hier op het hoekje te driebanden met de heer? Komt Satan vragen of die mee mag doen? Helemaal niet, zegt de heer. En stoot de bal van wit zo door de hoek weer terug via het korte pads bovenop de rode. Waarom? Die vraagt de duivel. Omdat ik zwart ben, zeker. Lulkoek, zegt de heer. En stoot de bal over de 5 banden 2 keer dat hele biljart rond. Ten eerste ga je niet tegen je verlies. En ten tweede doe je biljarten met z'n tweeën.
En die Satan vloeken van godverdomme hier het teringlei en daar een tien keer erger. Nee, meneer Van der Kwalik, zegt de heer. Hij legt achterloos een los op het laken. Ik wist niet dat je kwaad bent, maar volgens mij kun je beter de Roomba gaan dansen dan met onze driebanden. Mag het ook de mambo wezen, vraagt Satan, want die Roomba is me veel te ingewikkeld. Sorry, zegt de heer. Verder dan de Moomba kunnen we niet gaan. Of nee, nog beter, de Loemoomba. Satan helemaal in de war. Wat Loemoomba? Wie Loemoomba? Is dat soms een nieuwe dans? Nee hoor, zegt de heer. Dus koude chocola met cognac, maar dat is Spaanse klas of Frans. Dat vind ik niet verkeerd, vind ik meteen, en ik bestel er twee. Maar met een dubbele cognac, anders proef je nog geen reet. En ik nou vraag de duivel, of heb ik soms geen dorst? Soms niet, nee, antwoordt de verlosser. Hij gaat op zijn dode gemak zijn keus staan krijgen. Pas als jij hier voor ons de Loemamba was, kun je van mij zo'n Loemoomba krijgen. Ho, ho, zegt Satan. De Loemamba? Is dat wel een nieuwe dans? Nee hoor, zegt de heiland. De Loemoomba is gewoon de samba met 10 Loemoombas in je leier. Stond Satan toch even raar op zijn koekeratje te kijken. Thank you.
Gek hoor. Oscar Verhaar, Wiek Heijmans, Hans Koolmees, waar ben je? Ja, zo zie je maar waar je wat je teweeg kan brengen. Hè? Ja. Allerlei andere mensen zich zwaar in de ellende begeven om... Nou, wat vond je daar nou van? Ja, nee, ik vind het prachtig. Kijk, ja, geweldig. Ja, Chad Baker, we are though, ja. Ja. Zo, en op deze manier? Ja, met Mark van die Valentijn. Ja, dat was heel clever gedaan. Ja. Ja. Die voegen we bij het Latijn. En met dat oude Engels, dat where art thou, ja. Want dat komt natuurlijk heel goed met die stem. Ja. Ja, volgens mij zaten er 3 gedichten prachtig voor jou mooi, in. Prachtig. Caramba. Caramba, ja. Over de partijtje 3 banden met Jezus en de duivel, ja. In Nostalgia et Noon. Ja, Nostalgia et Noon. De Chad Baker van Ardouw, ja. Een panterij. Panterij, ja. Panterij, heb ik dat ook geschreven? Ja, dat heb jij geschreven. Latijn is dat. Panterij, alles stroomt. Ja. Ja, kijk. Weet ik. Ja, hallo. Hey, hallo. We zijn niet van de straat, wat dat betreft. Nee, panterij, tuurlijk. Maar ik kan me niet... Misschien dat voortschrijdende leeftijd is, maar... Ik kan me niet direct een gedicht herinneren dat... Daar zit hij in. Ja, staat hij daarin? Ja. We gaan naar een volgend fragment. Keihard. Het was ooit jouw grote droom... Schop poten, armen en rippen tot appelmoes. Om naar Sparta, het Sparta zijn. Het is inderdaad wel een Sparta momentje dit. Het was ooit jouw grote droom om naar het beroemde en beruchte festival Medellin te gaan. Colombia. Nou, mijn droom. Ja. Hallo. Ja. Nee. Ik bedoel, ik ben erheen gegaan, ja. Mede door referenties van Remco Kampert en Martin Remco Mooi. Remco was daar vol, vol buitengewone lof over dat festival, ja. En er is een boek over gemaakt en een film is er over gemaakt. Samen door ja, en met ik, Leo Verhul. Ja, die film, ja. Gaan we, ja. We gaan wat fragmenten bekijken. Staat die? Ja, die staat erop. Ja, die grens, ja. Eindelijk gaat het gebeuren. We gaan naar Colombia, naar Medellin, voormalig kookhoofdstad van de wereld... Waar de grootste boef aller tijden Pablo Escobar de scepter zwaaide. En waar het grootste internationale poëziefestival wordt gehouden. Remco Kampert maakte me jaren geleden al lekker mee. Hij had er opgetreden in een verpletterende ambiance en was er flink in de watten gelegd. Echt wat voor jou, had hij erbij gezegd. Nou is het zover. Deze zomer mag ik Nederland vertegenwoordigen. Ik voel me een soort van Teddy Scholt en Corrie Brokken in één. Maar dan anders. Vooral een beetje stoonder dan. Maar even opgewonden. Ik heb grofweg 3 hobby's, poëzie, de misdaad en ook een beetje in de neus. Met alle 3 val ik in Medellin in de boten en hopelijk ook nog in andere substanties. Jules, zeg dat nog eens. Ja, ik wil het alleen aan de camera toevertrouwen. Dat ik toch wel denk de eerste toerist ben die hier drugs Columbia heeft inbesmokkeld in plaats van mij. Ja, ik weet wel wat ik ga doen vanmiddag. Kutgedicht. En de humor der Romeinen. Gaat erin als kop. Ik zeker. Oh. Ja. Ja. Ja, ja. Jules Delder. Kutgedicht. O kut. O snee, o pruim, o spleet. O gleuf, o naad, o kier, o reet. O coño, o raja, o zanja, o grieta, o surco, o junta, o muesca, o zeta. O caja, o hoyo, o copo, o pilón, o todo, o parte, o papo, o prisión. O fruto, o fuga, o cisma. O brecha, o breva, o higo, o vaina, o pera. O cierre, o corto, o trozo, o luz, o gozo. O gozo, o cara, o cruz. Portón, cimbel, jardín, Edén, chochín, ratón, cubil, pastel, polvo, puerta, cueva, puente, chisme, mancha, cuenco, puente, pote, punta, bollo, bolso, borla, mechón, brocha, chirla, grano, cosa, plumón, geada, vrouwen die bloeide helemaal op daar. Piton, mete, saca, metió, sacó.
ja, wat ja, wel opvallend is, dat die talen allemaal twee... Ah, je denkt ook heel goed aan. Die eenlettergrepige woorden, die je kan maar gebruiken. Dat hebben ze bijna nergens anders. Con coñazo, coño. Dat vond ik wel opvallend. Ik ging daar 2 jaar later heen en de hele stad had het er nog over. Zo van Nederland, oh, daar hebben we nog iets meegemaakt. Ja. Maar mijn eerste vraag is van, waarom smokkel je in godsnaam drugs Colombia in? Ja. Dat hebben ze daar echt zelf wel, hoor. Nee, ja, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, dat is omdat ik daar, laten we zeggen, die Ine... Die ik, die ik het aantrekkelijkste vind, laat ik het zo zeggen. Ja. De aantrekkelijkste Ine, mm-hmm, is dus niet de Ine die in Colombia. Dus die moet je dan zelf meenemen. Ja? Anders vind ik er geen tering aan. Dat is een eenvoudige zaak, daar kunnen we duidelijk over zijn. Dus had ik wat van mijn eigen Ine. Ja, dat wil niet, dat, wat niet wil zeggen dat ik ook niet andere daar toch Ine heb geprobeerd om mij in het aangezicht van de daar heersende Ine niet heb getracht mij van gedachten te laten veranderen. Dat dus wel. Maar ik had mijn eigen Ine bij me. Want anders, ik zeg wat, dan vind ik er geen reet aan. Ja, en daar ben ik over de hele wereld al geweest met mijn Ine. En dat is... Maar de snuffelen daar op soms, nou ja, er kwam zo'n hond. Ja. Dat vertelde je. Snuffelde een hond aan hem, maar die begreep er ook geen hout van. Nee, ik heb er... Hier. Luister. Ja, daar heb ik een gedicht over gemaakt. Op shaker. Op punt Colombia te betreden, bedacht ik dat ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid als eerste in de geschiedenis van het land op punt stond er drugs te in plaats van exporteren. En dat men daar met eenzelfde aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van overheidswegen geen beleid tegen ontwikkeld had. Wat ik kort daarop bevestigd zag toen een ruw uit zijn slaap gehaalde hond mijn tas nauwelijks een blik waardig keurde en alleen geïnteresseerd leek in een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de vertrouwde omgeving van zijn mand. Dus, zo was dat. En in Medellin heb ik ook nog een gedicht, Medellin. In Medellin is de poëzie om te snuiven. Onder de bomen en tussen de huizen. Je moet er alleen een neus voor hebben en voor het gebruik even snuiten. Dan met de neus vol dansen we de Pazenbol en gaan in Pablo's Escobar vol gas uit ons dakterras. Maar dat Medellin staat bekend als een uitermate politiek festival. Dat hoorde ik van jou, ja. Nou, ja. En inderdaad, maar inderdaad, kijk, ja, er komen daar om. Inderdaad, er waren daar, je wil nu weten hoeveel dichters daar zijn. Ja, want je hebt 70. Behalve Colombia, heb je ook nog wat? Ze lullen er allemaal Spaans. Mm-hmm. Ja, maar die Argentijnen, die voelen zich het herrenvolk van de Zuid-Amerika. Hoe zou dat gekomen? En dan de Mexicanen, en weet ik van, allemaal lullen ze Spaans daar. Dus, en allemaal, ja, heb je daar, weet je wel, met die... guerrilla's. Ik bedoel, niemand weet meer precies wie die bevecht, maar allemaal moeten ze het ook van die drugs hebben daar natuurlijk. Uitelijk. Weet je wel? En maar goed, dus dat is nog een, ja, zo'n politiek... Had je hier in de 70 jaren zo van die politieke soort van poëzie? Dat soort, weet je wel, dat je dan tegen Vietnam iets moest... Ja. Weet je, dat was hier in de 70 jaar. Dat is dat leeft daar nog steeds. Ja. Maar ja, moet je horen, ik kom daar, ik trek mij daar geen reet van aan. Ik bedoel, ik doe gewoon, ja... Met dingen. En dat bleek voor die mensen, dat was ook het mooie. Eerst, ik deed het dan eerst niet Nederlands, ja, dan het publiek. Ja. Dat zegt ze dan, dan zie je ze denken, oh, wat is dat nou? Maar dan gaat de jongen, die dat overigens heel goed deed, die deed het dan in het Spaans en ook met dat kutgedicht. Ja, echt waar. Maar hoe reageerde die vertaler in het begin, toen hij dat moest vertalen? Hoe ging dat? Nou, die vertaler heb ik nooit gesproken, maar dat is een Diego Pools, zeg je dat? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, dat kijk, ik kan het niet precies controleren, omdat ik het Spaans niet meester ben. Maar gezien de reacties van die mensen daar,
Want dat vroeg ik mij af. Ja, weet je wat, een bepaalde soort van humor dus dan overkomt in vertaling. Ja. Maar daar hoefde ik met dus kennelijk geen zorgen. Dus dat heb je wel goed vertaald. Maar die gast op dat filmpje, dat was een acteur die dat gedicht moest... Ja, en dat, die vertolkte het dan. En die moest oefenen met jou om dat gedicht voor te doen. Nou ja, nee, we spraken er met... Ja, iedere keer met die optreden, wat doen we? Ja. Weet je, die en die en die. Maar die was helemaal gek van dat gedicht over jazz. Ja. Weet je wel? Dat was die... En hij had ook die vertalingen natuurlijk daar gekregen. En toen had hij dat gezien. Dat je, ja, die wil ik, weet je wel, ik wil die doen. Maar die vertalingen waren hier gemaakt. Die waren Jacob Poels, wat een waardekundige vertaler moet het zijn. Maar wat mij opvalt is dat niet alleen in het Spaans, maar in alle talen. Kijk, dat kutgedicht van mij, dat is misschien nog niemand opgevallen verder. Maar dat zijn uitsluitend één lettergrepen geworden. Zeker. Die overal. Maar dus dan kan je gelijk zien als het dan wordt vertaald, weet je wel. In hoeverre dat is aangehouden. Hè? Ja. En dan zie je dat in dat, kijk, in dat Spaans, daar ontaart het al snel in een soort van verkleinwoordjesachtige, weet je wat, de twee lettergrepen, soms drie lettergrepen, weet je wel, voor het aanduiden van de kut. Ja, ja, ik bedoel, kijk, dat is toch minder nauwkeurig dan, hè? En dan heb ik ooit ontdekt dat het Catalaans, dat komt nog het dichtste in de buurt van het Nederlands qua één lettergrepige... Van Rotterdamse ook. Nou... Meer dan dat Spaans, weet je wel, dat officiële Spaans. En ook het Frans, daar hoef je natuurlijk helemaal niet... Die hebben al zes lettergrepen geworden voor een kut, weet je wel. Maar dat kan je daar toch zien. En ook in het Engels zijn er... Ze moeten toch hun toevlucht nemen tot... maar zelfs je zag echt die vrouwen in die audience. Ja. Echt waar, die leefden helemaal op, man. We zagen het. Ja, die kregen ineens een hoofdrol. Nee, echt waar, dat was hartstikke leuk. Ik had nog een fragment uit die film, maar in verband van de tijd ga ik er even overheen door de vraag daarover al te stellen. Dat was ook, je ging ook op een kweeste daar, want je ging Pablo Escobar. Hallo, dat was een beetje om. Natuurlijk gingen we daar even kijken, want hier stond Medellin, toch bekend bij iedereen hier, als de kookhoofdstad. Ook al is die Pablo Escobar, die is al 20 jaar dood, weet je wel, tuurlijk. Maar goed, wij gingen nog kijken naar de sporen van... tegelijkertijd gingen we daar op dat festival. En of er ook misschien nog gedichten waren geschreven over Escobar. Nou, dat waren er niet, maar er was wel een lid van de bende van Escobar. Dat noemen ze El Poeta. Ja. En als jij nou op een gegeven moment via de post een briefje kreeg met een vierregelig gedicht. Waarin je dus werd aangezegd dat je over enkele dagen zou gaan sterven. En ook de manier waarop, weet je wel. Dat deed El Poeta. Ja. Ik vind dat toch subtiel. Maar ik heb nog gevraagd van, hebben jullie El Poeta ook uitgenodigd op het festival? Maar nee. Ik vind dat toch iets subtieler als een afgehakt paardenhoofd in je bed. Maar kijk, ik wil dat absoluut niet om die Pablo Escobar naar boven te steken. Want het was natuurlijk een plaatboef van de eerste orde. En die is begonnen als ze ging die marmer stelen van graven. Ja. Dus als je marmer op je graf had, ging hij dat grafschennen uiteindelijk. En toen een beetje, gebruikte zelf geen coke. Hij had op een gegeven moment per ongeluk ontdekt dat hij coke. Oh, die coke is, hij was hier een beetje marihuana. Dat brengt een hoop geld. Dus toen was hij op een gegeven moment de rijkste man van de wereld, weet je wel. Maar ook een van de grootste criminelen ter wereld. Absoluut. Wat heb jij met die gasten? Hitler, Mussolini, Escobar? Nou, kijk, je kan ook niet Escobar en Hitler over één kam scheren natuurlijk. Nee. Kijk, Hitler is er toch jarenlang een gerespecteerd staatshoofd geweest. Mm-hmm. Ja, laten we dat. En kreeg zelfs in 1938, toen er een of andere aanslag was mislukt op de Führer, als eerste een telegram van koningin Wilhelmina, dat zij de voorzienigheid dankte dat de Führer gespaard was gebleven. Mm-hmm. Ja? Laten we dat niet vergeten, hè? Dat mag ook wel eens gezegd worden in dat al dat gedruis over met toneelstukken over weet ik veel. Ik weet het niet, maar. Maar wat ook ja, dat gaan we hier over. Kijk, laten we er maar over beginnen over Hitler. Want ja, ik bedoel, net zoals dat vergelijken van Wilders met Hitler. Dat is een belediging voor Hitler, is dat. Toch? Kom nou.
Ja, kom nou, wat zullen we nou hebben? Hoe je het wel kwent of keert, dat het een kwade kracht. Ja, als er één is die daar geen geheim van heeft gemaakt, is hij het wel geweest. Dus dan kan je hem ook niet verwijten dat hij onduidelijk is geweest. Nee, je kan hem alleen maar grote duidelijkheid een consequentie verwijten. Weet je wel? Ja, anderen zeggen nou, dat moet je juist niet verwijten, want dat is juist goed. Dus ja. Ik vind het een Sparta-moment. Ik weet niet hoe het Je zal moeten erkennen dat die gozer... Kijk, als je een rijtje hebt met ook de grote der aarde... En dan komen ze weer, hoor. Met de Napoleon en Alexander de Grote. Maar hij staat er nooit bij. Invloed heeft hij gehad. Nou, dat vind ik onrechtvaardig. Invloed heeft hij gehad. Hij heeft de wereld veranderd. Hij heeft onze tijd komt voort uit die... Tweede Wereldoorlog. Je kan lullen wat je wil. De hele rakettechnologie, noem maar op. Dat is allemaal toen ontstaan. En daarom is die oorlog ook niet vergeefs geweest. Want dat zou een verschrikkelijke belediging zijn... voor alle mensen die daar in gevallen zijn. Als dat zinloos was geweest. Zo'n grote ontploffing... Dat heeft toch een oorzaak dat dat gebeurt... En dat is dan nodig dat dat gebeurt. En dat dat een beetje onsympathieke gedaante aan kan nemen. Of ja, hallo. Kan je wel stellen. Ja. Wat je weet ook, Sparta, Sparta. Nee. Je eigen dochter. Kijk, het ultieme bewijs. Kijk, Hitler had last gassigheid, hè? Ja, die liep altijd scheten tegen te houden, begrijp je? Als hij ergens was geweest. In een afgesloten ruimte. Dan het eerste wat ze deden als die weg was, het ramen tegen elkaar openzetten. Want het stonk in de onmiddellijke nabijheid van de vuren altijd lichtelijk naar zwavel. Nou is er een oud gezegde dat als de duivel ergens was geweest, waar kon je dat aan? Zwavel. Juist. Aan de geur van zwavel die daar bleef hangen. Dus als er één geen geheim heeft gemaakt van zijn oorsprong, dan is hij het wel geweest. Dus dat moet je hem nou niet nadragen. Ja. Het was misschien de duivel zelf, of in ieder geval een naast familielid. Ja. Ja, okay. Ik sla het blaadje over. Maar hij had wel een wereldact in huis. Want ze hebben met tientallen miljoenen over de hele wereld achter hem aangelopen. En dat proberen ze nou wat te ontkennen. Dat hij was gek en het was een mislukte huisschil, altijd gelul. Nou, kijk, je moet eren, weem eren gebeurt om het op zijn Frans te zeggen. Ik ga je toch een gedicht laten lezen, wat daar helemaal niet over gaat. Ja, die deelde die is voor Hitler. Nee, natuurlijk ben ik niet voor Hitler. Ik bedoel, hoe zou je voor Hitler kunnen zijn, weet je wat? Jij was op zoek naar Pablo Escobar. Dat was Hitler. Maar je moet wel over hem praten, want als je zegt dat het een lul was, dan is het dadelijk weer zover, weet je wel. Godverdomme, ja. Dus dat hebben we nou gehad. Dat hebben we gehad. Mooi Sparta-moment. Jij was bij Pablo Escobar op zoek. En ik noemde het een soort kweesten, maar wat mij kweesten, dat vind ik ook weer zo. Dat klinkt godverdomme of we op zoek was naar de heilige graal, man. Ja, ze... Ja. Zo nou, vond, ik zou je vertellen... Zo vond kijk, ik het ook wel een beetje, eigenlijk. Ik ging daarheen, maar ik kende hier een vrouw, die kwam uit Colombia. En die zei, nou, ik ga naar Colombia, dit en dat en dat. En toen, maar toen was ik terug... En toen zag ik die dame weer bij haar. Ze zegt, en hoe was het in Colombia? Ik zeg, nou, 7 euro per gram. Ze zegt, heb je nog laten naaien? Dat vond ik wel weer een leuke binnenkomen, eerlijk gezegd. Maar jij was op een gegeven moment in een wijk waar Escobar had allemaal huizen neergezet voor de bewoners daar. En wat mij opviel is, want jij was, zoals je nu net ook bezig was, een beetje over die Escobar aan het praten... Wat ergens hing tussen dat het een geweldenaar was en ook een enorme plaatboef. Maar op ineens, midden in die film, vroeg je af... wat is er eigenlijk gebeurd met die mensen en met die huizen? En hij heeft die huizen daar neergezet zodat ze allemaal voor hem zouden stemmen waarschijnlijk. Ja, hij was toen in de politiek. Ja. Hij heeft ze waarschijnlijk allemaal daarna in de steek gelaten. Ze hebben hem van het dak geschoten. Of hij ze nou in de steek hebt gelaten, dat kan je ook anders uitleggen dan natuurlijk. Jij toonde, en dat probeer je nu uit te lullen, maar je toonde een soort betrokkenheid bij de bevolking die destijds geholpen was door Escobar, maar die nu waarschijnlijk aan de lot werd overgelaten. Nou, ik was daar in die barrio Escobar. En ze moesten dan toch wel schoorvoeten toegeven dat... ze woonden daar natuurlijk. Dat heette nog steeds zo. Ja. Ja, en hij had toen hij had dat laten bouwen, omdat hij toen daar verkiezingswinst natuurlijk. Ja. Maar zo gaan alle politici te werk, weet je wel. Hè? Toch? Maar ik zag namelijk een andere deel daar. Want daar wil ik al een hele tijd heen. Al heel lang wil ik daarheen. Ja, denk je dat ik... ja, maar ik heb geen...
Ik heb geen sympathie voor Pablo Escobar, maar je moet wel erkennen dat die rozen, dat er een heleboel gasten die in een beetje dealen, die zagen daar wel een, weet je wel. En bedoel, in die zin was toen de tijd die jij hebt schoenen aan, je zegt heel trots, ja, die heb El Capone, oké. Dat was, kijk, in diezelfde tijd nam dat in Duitsland dus politieke vorm aan. En waren die benden, het werden geuniformeerd en noem maar op. En dat waren ook, weet je, dat was in de States, waren dat die gangs, weet je wel? Ja. Dat was, en dat was over de hele wereld was dat een stroming. En daarom kreeg je ook toen rond die Tweede Wereldoorlog, op hetzelfde moment in al die landen, ja, er was in Italië had je Mussolini, je Stalin in Rusland en Churchill in Engeland en Roosevelt in Amerika. En dan had je, weet je wel, en anders zou dat, dat is toch wel opmerkelijk, dat juist in die tijd, overal in die landen, het begon natuurlijk met die Atatürk, die nou nog verheerlijkt wordt, dat was natuurlijk de eerste geslaagde fascistische dictator, hè? Ja. We gaan naar een fragment luisteren. Ik lijkt me het beste. Ik ga je iets laten horen. Ik bedoel, wat is dat nou? Als je dan, ja, ik weet nog wel dat ik een keer mocht kiezen welke film ik liet zien. Toen koos ik die film over Hitler, die duurt 7 uur. en toen was de enige die na die 7 uur nog over was Frans. Frans, weet je nog, daar? Toen dat, dat had gehoord, ja, daar had ik een film mogen kiezen. Er is die film van, hoe heet die gozer nou ook alweer? Maar daarom doe ik dit ook, omdat ik vermoed dat dit nog 7 uur gaat duren. 7 uur, ja, nee, 7 uur die film, ja. Mag ik het fragment iedereen horen? Was pleiten, iedereen was pleiten. Behalve Frans. Dat vond ik wel leuk. Dat zijn the first family to receive a house. Nee. In de Barrio Escobar. Ja. Mooi, hè? Ja. En die zitten nog steeds trots. Kijk, dat wijst erop. Op een soort van verheerlijking, zie je? Maar die mensen zijn natuurlijk zwaar. Religieus, met allemaal altaartjes en dan hangt hij weer, hier ook, hier hangt hij. Ach, kijk eens met het, hè? Hij was zo goed voor zijn moeder. Het is wel een mooie print ook. Kijk eens even, met het Heilig Hart. Hè? En in commando kleur, hè, zie je dat? Ik ben wel benieuwd hoe die huisjes erbij staan. Of daar tijdig groot onderhoud aan verricht is. En mag wel binnen horen? Ja, het is hè. Sí. El uno para ustedes, el ayuntamiento está haciendo también bastante. Ja? Met deel van wil je horen wat toch? Ja. Sí, hij zegt 3 keer sí. Oké. We gaan naar iets anders en dat is de kwaliteit van de stem, jouw voordracht en je weergeloze geheugen. En ik heb een fragment gevonden waarvan ik benieuwd ben of jij vindt dat dat een basis is geweest daarvoor. Dus ik wou graag een geluidsfragment laten horen. Oké. Bob began with jazz. But one afternoon somewhere on a sidewalk, maybe 1939, 1940, Dizzy Gillespie or Charlie Parker or Thelonious Monk was walking down past a men's clothing store on 42nd Street of South Main in L.A. And from the loudspeaker they suddenly heard a wild, impossible mistake in jazz. That could only have been heard inside their own imaginary head. And that is a new art, bop. The name derives from an accident. America was named after an Italian explorer, not after an Indian king. Lionel Hampton had made a record called Hey Bob, Rebop, and everybody yelled it, and it was when Lionel would jump in the audience and wail his saxophone. Mm-hmm. Jack Kruger, Je vertelde laatst dat je graag jazz op papier wilde krijgen. Is dit daar een voorbeeld van? Nou ja, ik bedoel, jazz op papier, het heeft met de beat te maken die erin zit natuurlijk, in taal en in muziek. En dat het ook, zowel in poëzie als in proza, goede poëzie en proza, dat er een zekere cadans in zit, of kan je swing noemen, die zit daarin. En die maakt ook dat het een dwingende cadans, dat je het verhaal eerst uit moet lezen. Mm. En dat je er dan misschien eventueel bezwaar tegen kan maken, maar niet tijdens het lezen, weet je wel. Dat heeft die cadans. En dat heeft het met die muziek te maken. Maar ik bedoel, aan de andere kant, is muziek gaat natuurlijk nog verder dan want daar heb je ook geen taalbarrière. Nee. Weet je wel? Dat vind ik een groot voordeel van muziek. Nee, maar dat waren die Amerikanen, bureaus. Ja, oké, maar toen, kijk, dat toen, ik heb die plaat, ik heb ook nou een plaat van Kruger, maar die had ik toen zeker nog niet. Nee. Nee, maar dus ik bedoel, dit heb je toen niet gehoord?
Nee, dat had ik toen niet gehoord, nee. Maar zijn proza, dat had ik wel in 59, toen dat hier uitkwam, die On the Road. Ja. Ja, toen ging ik dat jatten. Zeker. In de pocketkelder van Maria, waar Maria Heijden toen stond, bleek te staan. Kan jij nou, we zijn gelukkig maar met een paar mensen onder ons, is een klein clubje. Kan jij nou eens vertellen hoeveel boeken jij gejat hebt? Nou, dat is toch, denk ik, bij elkaar misschien toch wel een soort van een aardig gevulde bibliotheek in Barendrecht, bij wijze van spreken. Ja. Zo moet je dat zien. Niet de gemeentebibliotheek van Rotterdam natuurlijk. Maar toch wel. Het waren wel pockets natuurlijk. De pocketkelder. Maar toen had je al die mooie series van de bezige bij. Die kleine pocketjes, weet je wel. Die literaire pocket. Die nou door Jan Oudenaarde, die ik hier ook heb gezien. Die heeft dan een fabuleuze, weet ik, volgens mij een volledige verzameling van. Van die literaire pocketjes van de bezige bij. Die vroeger een knaak kostten. Als je die kocht. Nieuw. Maar zelfs die hadden wij niet. Dus wij staken dat in ons. Want de mensen waren zo naïef in die tijd. Maar nu weet jij een gerespecteerd. Kan ik u helpen? Nee, ik kijk alleen een beetje rond. Maar nu jij een gesetteld burger bent, wanneer ga je al die dingen weer terugbrengen? Nou, ik bedoel, die zaken zijn natuurlijk al over. Die zijn allemaal over de kop. Ja, dus waarom? Dat snap ik ook wel, waarom die over de kop zijn. Nou, misschien wel. Dat zal er toe bijgedragen hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, oké. Okay. Maar goed, als ze een factuur sturen, dan wil ik misschien wel... Zit er een boekhandelaar in? Maar die boeken... Kijk, wat was het? Kijk, net zoals met platen, boeken. Kijk, je zat op de middelbare school. Hè? Ja. Dus je had geen poen. Ja, wat had je poen? Wat? 5 gulden in de week, weet ik veel, zoiets dergelijk. Plaatje, EP'tje kostte 6,25. Je hield van jazz, dat was een passie, weet je wel. Mm. En die platen, weet je wel, die wou je hebben. Maar ja, daar had je geen geld voor. En die boeken ook. Die nieuwe van Jack Roon, die wou je hebben. Ja. En al die literaire pockets van de bezige bijman. Die stond er bezig bij, tuurlijk, die wou je hebben. Hey, Hugo Klausen, Koele Minnaar, noem maar op, Hondsdagen, dat soort dingen. Ja, tuurlijk. Die wou je hebben. En dat kon je niet kopen, dus ja, je jatten ze. Ik moest Roermond 2 maanden asperges steken voordat ik een dubbel op kon kopen, hoor. Maar... Ja, oké. Okay. Je moet je horen, kijk, dan kan ik je wat... Kijk, ik heb daar... Kijk, als je geld in je zak hebt en je gaat dan lopen jatten... Dat kan niet. Dan word je gepakt. Dan word je gepakt, ja. Maar als je net uit goede overweging, niet uit winstbejag, dat je dat doet, maar omdat je uit passie. Ja. Ja. Niet als, ja. Zou jij dit gedicht willen gaan lezen? Kom nou, hé. Dat hoorde. En ik bedoel, de belasting heb alles al dubbel en dwars teruggehaald. Remkom. Yes. Op stap langs herenwegen, op jacht naar het Parijsgevoel. Dwars door Amerika en Indonesië, met Schier en Vink, en noem nog eens een paar dichters die nu al zijn vergeten, kwam ik hem tegen, als eerste onder zijn gelijken en als enige in zijn soort. Een man die het zonder rijbewijs als dichter verder schopte dan het gros van zijn collega's het met ooit schoppen zal. En die op eenzame hoogte, ver voor het peloton uit, op de flanken van de Zangberg, onder het genot van rode wijn en een voorzichtig trekje van een joint, van het uitzicht blijft genieten tot het eerste groepje achtervolgers hijgend in het zicht komt, om vervolgens met een pesterig lachje om de mond en met de timing van de muzikant hernieuwd en onherroepelijk te demareren tot ver voorbij het eind van elk slatijn en boven de Parnassus uit te stijgen, om tussen de sterren aan het firmament te stralen en te schitteren als het levende bewijs voor de mensen hier beneden dat er tenminste 1 dichter is die hen begrijpt. Ja. Oh, ja. Dat was een ode aan Remco Kampert. Absoluut, ja. En we hebben natuurlijk geprobeerd of hij hierheen wilde komen. Remco is vrij broos en hij vond het heel laat worden. En ik vrees dat het nog later gaat worden dan hij dacht dat het zou worden. Dus we hebben gevraagd of hij op een filmfragment iets voor je wil doen. En daar gaan we nu naar kijken. Oké. Okay. Beste Jules, we kennen elkaar al heel lang. Ik weet zeker een jaar of 50, denk ik. Ik weet niet precies meer hoe lang. Maar ik weet wel dat na die eerste ontmoeting, dat er
een toenmalig lief vriendinnetje van je langskwam en mij zei, mij vertelde dat je in de Nor zat, in Engeland. Het had iets met drugs te maken. Wat nu, vroegen we ons af. Maar ik wist het natuurlijk ook niet. Maar gelukkig was je na een weekje alweer terug in je beminde Rotterdam. Ik herinner me ook een keer dat we met andere dichters op weg waren naar Indonesië. En bij een tussenlanding in Thailand pikte de politie jou eruit om te fouilleren. Uit je binnenzak haalden ze een injectiespuit. Martin Mooi en ik en de anderen hielden ons hart vast. Maar je wist ervan te overtuigen dat de spuit voor je insuline-injecties was. En toen we in Jakarta landden, was je suikerziekte over. Later kon je een auto veroorloven. Ik ben vaak met je meegereden naar poëziefestivals. En iedere keer maakte ik me zorgen. De maximumsnelheid gold niet voor jou. Ik schreef een gedicht, Jules Deelder. Perfect in zijn vorm spuit hij, sardonisch en zachtaardig, zijn inhoud op. Natuurlijk rijdt hij veel te hard, men maakt zich zorgen. En hij praat alsof hij nog maar even heeft. Laat hem alsjeblieft zijn solo vol liefde voor het hilarische leven blijven blazen. Nou, die blaas je gelukkig nog altijd. Jules, wij delen veel. Niet alleen het lachen om collega's die zichzelf al erg ernstig nemen, maar positiever, de liefde voor de jazz. De muziek die ons leven tot de laatste ademtocht zal begeleiden. Je schreef een ontzagwekkend oeuvre. Ik weet bijna zeker dat het woord oeuvre je niet zal bevallen. Het klinkt te plechtig en ook of het afgesloten is, of er geen woord meer bij zal komen. En dat zit er bij jou en bij mij niet in. Als laatste, Jules, doe me een plezier en vertel het publiek op deze avond die mop over dat hok. Je weet wel, in Overschie. Als je daar geen zin in hebt, even goede vrienden, voor altijd. See you, man. Gaan we die mop doen? Of? Oh ja, die mop, ja, dat is, ja, dat die, er is een vader en een zoon. Er is een vader en een zoon en die vader die ligt op sterven. En die gelooft heel sterk in een leven na de dood. Die zoon, die moet er eigenlijk niks van hebben, weet je wel. Maar ja, God, ja, die vader die ligt tenslotte op. Dus ze maken een deal op dat sterfbed van die vader. Dat die vader belooft dus dat als hij dadelijk dood zal zijn, dat hij dus alles in het werk zal stellen om in contact te komen met die zoon. Die zoon die belooft ook dat hij alles zal doen, dus weet je wel, om in contact te treden met die vader na zijn dood. Enfin, die vader gaat de pijp uit en die zoon gaat inderdaad een paar keer naar zijn seance toe. En op zekere dag, ja hoor, pa, hè, pa te gek en hoe gaat het ermee en dit en hij zegt, nou zoon, over mij hoef je geen zorgen te maken, want ik zit helemaal gebeteld. Hij zegt, 's morgens om 6 uur word ik wakker gemaakt, trek ik een beetje onbespoten rouwkoers, lekker neuken weer slapen. Hij zegt, 's middags om 1 uur is het weer een beetje onbespoten rouwkoers, lekker neuken weer slapen. En 's avonds om 6 uur, weer onbespoten rouwkoers, lekker neuken. Ja, maar pa, waar zit je dan? In een konijnhok op Overschie. Ja. Ik weet nog dat ik dat boekje had ik een boekje uitgegeven met allemaal moppen, zet even uit. Met allemaal moppen, en dat heette zo. En toen moest ik signeren in een boekhandel op Overschie. Nou, dat is een boekhandel, daar hebben ze, bij weet ik veel, daar hebben ze sinds 1312 al niks meer van vernomen. Maar toen kwam ik daar aanrijden, ik zal het nooit vergeten, er stond een hele lange rij voor die deur. Die kwamen allemaal op dat boekje, wat ook in een flits was uitverkocht, dat in een konijnhok op Overschie. Dus misschien dat ik dat nog eens uit kan breiden van de volledige moppen van ja deelde. Maar ja, moppen, met moppen heb je het wel zo. Kijk, er zijn moppen. Kijk, waar komen ze nou uiteindelijk vandaan? Weet je wel, je hoort moppen, je pikt ze op. Het is de volksmond, maar er zijn moppen bij. Daar zit een heel verhaal achter. Wie verzint uiteindelijk die moppen? Onbekend. Maar als je ze laat gaan, ik bedoel, op een gegeven moment weet niemand ze meer. Mm-hmm.
En dat moet je eens in dat boekje geprobeerd om moppen op te schrijven zoals je ze vertelt. Ja. Nou, dat is nog razend moeilijk, wist je dat? Om bij die... En daar heb je ook nog moppen. Daar is de clue een gebaar. Dat kan je niet. Want als je dat gaat omschrijven, dat slaat natuurlijk nergens op, weet je wel? Dat is wel. Dat heb ik wel ontdekt. Moppen, misschien het moeilijkste genre is om op te schrijven. Ja. Ja. Oké. Goed. Misschien is het erg. Misschien dat iemand nog op de, kan promoveren op deze these. Ik ga toch een plaatje opzetten. Ja, oké, ja. Grijs verleden. Ja, die andere kant moet je opzetten, man. Andere kant. Maar volgens mij zet ik ook een verkeerd toerental. Wat is dit van toerental? 45. Dat weet jij dan beter. De andere kant moet je. De Blackbird. Nee, oh ja. Ja, tuurlijk, man. Tuurlijk, man. Nobody hears the Blackbird. Nou, dat is ook uitgekomen ook. Wat is dit, man? The smoke is rising from the chimney. Oh, jij. I wonder what's been cooking there. Ah. Nee, jongen, als een nachtegaal, hoor je dat even? Hè? Maar die tekst ook. The smoke is rising from the chimney. I wonder what's been cooking there. Keurig, dat is een hartstikke goede titel. Tekst is dat. Dit was Slagergezelschap de Hyacinth. Slagergezelschap, ja, later veranderd in de popera. Ja, we hebben hier 3 singeltjes, maar in verband met de tijd ga ik ze niet allemaal draaien. Maar nee, dit dat, vind ik wel een hele dat is te hopen van niet. Maar ja, de popera, wat was dat dan? Want dat... Oh, kijk, wat is dit dan hier? Van de popera? Dat zit niet in het oorspronkelijk hoesje. Collectors item. Dat is het oorspronkelijk hoesje van de popera, daar zit Rosalie met de op een taart. Something, ja, dat is, kijk, ja, deze moet je draaien, Something. Hè? Nee, ik vind die Something veel beter. Maar dat is dan deze, want dat is pop gecombineerd met opera. Ik zou zeggen, Bas, zet hem op, dan zou je het horen. Ver voordat Queen dat deed. Oh, wat? Queen deed dat. Ja, tuurlijk. En jullie waren daarvoor. Dus eigenlijk had jij nummer 1 in de top 2000 moeten zitten. Ja, oké, maar ik weet wel, ze begrepen er toen in ieder geval geen ene klote van. Met Goldwater. Wauw. Goeie toerental. Ja, helemaal goed. When people everywhere were singing in a rare and long forgotten way. Ja, Roden. About a summer never ending. A town of pure stone. Forever standing. Hij laat het niet afdraaien. Nee. Maar hoe kan be het? Be a king forever standing in the way of death and cold. Maar hoe kan het in godsnaam dat deze prachtcarrière van jou is gesmoord? Want dit is toch geniaal? Ja, maar ja, joh, dat was. Kijk, heb ik met een hoop dingen. Ik ben altijd een paar jaar te vroeg. Ja. Ja. Maar ja, het is nooit. Kijk, je doet iets, maar je gaat niet over een paar jaar later. Doe nog eens zoiets. Nee. Of schrijf nog eens zo'n gedicht. Nee, je schrijft toch? Dat kan toch niet? Ja, maar je moet hier toch wel een tijdje mee doorgaan. Want hoe lang hebben jullie dit gedaan? Ja, Jezus, dat was in 1970, man. 1969, 70. Hebben we dat gedaan. En ja, oké, toen dachten we ook, we gaan wel even de wereld... Maar ja, hoe kwamen we dan met die kneuters daar... van de Bovema, weet ik wel. Die snapten er geen klote van, man. Echt niet. Dus ja, maar we hebben toen een heleboel liedjes geschreven, Peter Snoei. Peter Snoei. Ja, en daar wordt nu wel weer, dat is nu, hoeveel, 40 jaar bijna? Ja. Is dat weer, zijn ze daar dus weer mee in de weer? Maar ook met deze club? Nee, natuurlijk niet. Met bands van nu. Ja. Die daar, omdat die liedjes die liggen daar, ja. die zijn beschikbaar. Dus ook daar je tijd van een ver aantal. En ze kijken wat ze daar dus anno nu
mee kunnen doen. Maar jij was toen met muziek bezig, je was met die opera bezig, je was het schrijven, maar je was ook strips aan het tekenen. Ja, dat deed ik ook, ja. Ja, met, nou, ik was niet aan het tekenen, maar scenario's. Ja, je schreef scenario's, want die hebben daar twee voor de Robbedoes. Ja, dit zijn daar, dan is er weer zo'n uitgeverij, die gaat een jaar later dat weer uitgeven. Maar deze strips hebben dus allemaal eerst in de Robbedoes gestaan. En dit waren ongelooflijke collectors items. Het kostte echt een vermogen om die hier te krijgen. Dus die zijn gewilde exemplaren. Rob, waar ben je? Rob, kost een vermogen, hoor je dat? Ja. Maar dat was Robbedoes. Ja, Robert, die Amber en Akka, dat is Amber de eerste. Amber en Akka, ja, en professor Hilarius. En ook deden we nog Sir Charles. En dat was een heel stel. Ja, die Amber en Akka, ja, met die professor Hilarius. Ja, daar staan er echt leuke dingen in. Dat die, ja. Sommige strips hadden we ze van 4 bladzijden en van 6 soms. Maar ook van 2. Ja. En het was, die staan er ook in. En van de bankgeheimen noemen we op. Ja, nee, de echte... En dat hij in de tijd reist, weet je wel. Alles kan in zo'n strip. En natuurlijk ook weer een beetje Derde Rijk erbij, natuurlijk, gelijk. Ja, hoe, ja tuurlijk. Hoe heet die man? Van ja, staat zo'n figuur. Op die boerderij staat er ineens een gozer voor de deur. Je moet binnen 24 uur verdwenen zijn, zo'n, weet je wel. Lalalala. En dan komt hij met zo'n V1 aan. Die gaat daar dan, zo'n V1 wordt er dan geïnstalleerd. Maar even voor het goede begrip, want wat was dat voor een boerderij? Want daar gaan al dat die was een strips boerderij over. Waar zogenaamd alle wereldgeheimen werden bewaard. Bewaakt. Ja. En die werd steeds belaagd door allerlei... voornamelijk door een gozer die heette Holy Mackerel. En dat was een soort van... gaan ze ook met alsof ze een filmploeg zijn. Dan gaan ze filmen. Maar als we doen als we een film opnemen, dan ontdekken we wel. Ja. Weet je wel, en dan komt die gozer dus van die nazi komt met een V1. Je moet onmiddellijk weg, want die V1 moet hier. En dan komen er weer vanuit met een vliegende kop en schotel. Komen er dan buitenaardse wezens. Die komen dan ook, weet je wel. En het is steeds aanvallen. Dus dat is een goed gegeven. Maar je las in het begin een stukje daarvan voor. En daar komt Hilarius ook op een gegeven moment in. Kijk, die Hilarius komt dan op een gegeven moment in. Die Amber en Akka komt hij met een explosieve deskundige plofkop. En dan komt hij daar de boel ook op zoek. En later hebben we dus van die Hilarius weer een aparte serie. Deze gemaakt. Is dat. Ja. Want hoe lang heb je dit gedaan, die strips gemaakt? Hoe lang? Nou, een paar jaar. Ja. Wat zal, hoe lang? Ja, ik bedoel, het is al ontzettend, ik zou het niet weten, maar toch wel, ik denk toch wel misschien, een jaar of 2, 3 misschien, ik weet het niet. Ja, volgens mij wel. Nou, we deden er toen wel een hoop, ja. Maar het was lachen, we lagen kruipend over de... Dat heb je samen gedaan met Rob Peters. Ja. Die tekende, jij schreef alle verhalen. Ja, Rob had die connecties ook bij Robbedoes. En dat heeft 3 jaar in een Robbedoes gestaan. Ja, ik denk het wel, ja. Zo bij elkaar wel, ja. Want dezelfde periode, want toen heb je ook nog even de periode gehad dat je dacht dat je beeldend kunstenaar zou worden. Nou, ik heb ook wel eens een jaartje gehad dat ik tekende, ja. En dat er een tentoonstelling zou gemaakt worden? Ik heb ook wel eens op een tentoonstelling, zeker. En ik, alles is uiteindelijk kunst, objecten. Maar ook, ik heb ook getekend. Ik heb ook nog eens een boekje uitgegeven bij het Bezige Bij. J.A. Beelder. Klein boekje wat soms gejat werd uit de boekhandels. Ja, getwijfeld. Maar ik bedoel, er hadden ze een serie toen met een of ander jubileum. Dat waren allemaal tekeningetjes. Dan zie je 2 aardappels tegenover elkaar staan. Op 2 voetjes. En die zeggen dan wat tegen elkaar, weet je wel. Maar er zijn hele leuke bij, hoor. Daar zie ik een Ja, dat is al heel oud. Dat is heel oud. Dat is zelfportret als Lenny Bruce. Ja. Kan je dat even uitleggen, wat we hier zien? Nou, dat is dus Lenny Bruce. Die zit achter een heel goedkope gouden plastic spiegel. Ja. En dat met plastic ook. En die heb ik daar ingeplakt. En dat heet dus zelfportret als Lenny Bruce. En dat is in bezit van de collectie van P. Bulthuis, volgens mij. Dat is al 100 jaar geleden, man. Maar dat heeft hij nog steeds, ja. Kijk, en de achterkant, zie je, de achterkant is ook gesigneerd. Zelfportret zo heb ik nog Lenny wel meer. Bruce. Ik heb wel eens een heel jaar alleen maar getekend. Nou, dus ik allemaal weggepleurd. Maar ik heb er 1 overgehouden. Maar ja, ik begreep dat jij ooit met jouw voormalig manager een tentoonstelling had gemaakt waarin jouw werk zou worden verkocht. En dat de volgende succesvolle actie was om heel, heel veel geld te verdienen. Namelijk het verkoop van dat werk. Volgens hem misschien wel, ja. En maar dat is niet geworden.
Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ik heb hem, hij is er in ieder geval, hij heeft het niet meegemaakt. En jij ook niet eens? Nee, bij, bedoel, kijk, ik zeg, ik heb er één overgehouden daarvan. En die is nog steeds goed. En wat we ook vonden in de collectie... En bij die tekeningetjes is zo goed, joh. Zie je een gozer met een hele grote neus? Ja. Er staat er tegenover hem iemand met een nog grotere neus. En die zegt dan, what's in the nose? Dat klinkt een beetje, want je hebt ook met Kammergurken gewerkt. Dat zien we nou ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat klinkt wel ergens in die hoek. Want nu nou, zit jij de afwas te doen met Kammergurken. Zeker, ja. Ja, kunnen jullie dit zien? Of we hebben toen die show gedraaid, met die kamer Deeldra, dus die kwam ik regelmatig bij hem. Dus, waar zijn jullie hier? In zijn huis, de afwas in Gent. Te doen. Dat ziet er wel heel gemoedelijk uit. Ja, zeer gemoedelijk. Ja, was het, was het ook. Maar dat was een leuke show. En toen ben ik ook, heb ik ook weer, door hem ben ik ook, wij deden ook liederen, gingen we ook zingen. Ja. Over de vrouw met de kletsnatte boerka. Bijvoorbeeld. Ja, en dat al 10 jaar geleden. Hè, toen altijd gedoofde boerka moest hadden wij al een lied. Ja. Het was in de Sahara. Ja. Maar je stond met Kammergurken, stond je op het podium, maar je stond Het was er niet te harde, ik stond zo wat in brand. Ja. En dan komt die vrouw in die kletsnatte boerka, die komt er aan. Ja. Zij klotste vrolijk voort. Deed alsof ik lucht was. Nog nooit van mij gehoord. Maar jij stond met Kammergurken op het podium, maar ook met grote jazzmuziek. Je bent nu aan het toeren met tenorgiganten en een Hammondorgelgigant. Ja, ik heb natuurlijk. Ik bedoel, kijk, op een gegeven moment was het zo dat de cultuur werd doodverklaard hier. Ja. Op een gegeven moment, dus in de poëzie veel gekloten met te verdienen. Dus, en ik bedoel, ik was net 65, een pensioen. Dus ik ben toch weer toen wat nieuws begonnen. En daar ben ik muzikant, nou eindelijk. Maar je hebt ook op het theater, voor het theater geschreven, want daar, daar ga ik nu natuurlijk langzaam naartoe. Oké, okay, maar ik heb ook wel veel vertaald voor het theater. Zoals het prachtige Angel Eyes. Ja, oké. Okay, 1998, over Chet Baker, met John Buisman. Ja, daar heeft Buisman een stukje van gedaan. Met zijn vader. Niet alles. Nee, en saxofonist Keimper de Jong. Ja, dat was een succesvolle voorstelling, absoluut. Het schijnt dat mensen daar met tranen in de ogen de zaal hebben verlaten. Beweren boze tongen. Ja, maar ik heb ook dingen vertaald ook dat klassenstrijd bijvoorbeeld, van die Nigel Willems. Wat op een school stuk. In Zuid is opgevoerd. Heel heftig stuk. Ja. Dat heb ik al lang geleden gezien toen ik in Roermond woonde. Dus ja, dat was ook een heftig stuk. Ja. En van Jim Cartwright heb ik er 3 gedaan. Dat was in 1985 of zo volgens mij. Ja, dat zou kunnen. Maar we gaan even kijken naar dat stuk van Angel Eyes. Oké. Okay. Ik lul te veel, hè? Ik lul te veel. Ja, net oude wijven, hè, muzikanten. Lullen altijd over alles, behalve over muziek. Ja, alle wijven die ze genaaid hebben, alle doop die ze gescoord hebben, maar die helaas weer op is. En ook niet meer te krijgen. Wie er allemaal de pijp aan Maarten heeft gegeven, of op het punt staan om dat te doen. Het weer natuurlijk niet te vergeten, de voetbaluitslagen. Alle wijven door die ze gepijpt zijn in de coulissen, terwijl de anderen stonden ze zo leren. Ja, al het geld door die teringjoden van het management door de neus is geboord. Ja, gooi het er straks maar uit, op het podium. Ja, daar hebben ze hiervoor gevraagd. Niks te blablabla, blazen moet je. Ja, blazen. Ja, en oude hoeren kennen jullie zelf wel. Hè? Ja, dat is de beste. Vooral als er iemand zijn ziel door een trompet staat te persen. En dan komen jullie niet uitgeluld. Juist dan. Ja. Nou, het is mij een beetje te schel. Een beetje te veel van tetratet. Ik word er nerveus van. Ik moet er van pissen. Ik ben al 3 keer geweest. Godverdomme alweer! Ja, kon je maar wat zachter zetten, hè? Kon je maar wat zachter zetten? Ja, zat er maar een knopje aan die vrijer.
Ja. Ja, wist ik wel dat hij trompet speelde. Ik dacht mondorgel. Net als, kom, hoe heet hij ook weer die man? Die Johan Klaas lijkt met die snor van Tante Hans. Als twee druppels water, die speelt zo mooi zacht. Ja, deze niet. Ja. Ik heb hier last van. Heb je er last van? Moet je zien dat je gemak van krijgt, muts. Met je grote gezouten zeiksluiter. Boeren, paarden, kut. Ja. Ik moet nou echt wat te zuipen, jongens. Anders steek ik straks de moord. Zeg. Wie heeft de consumptiebonnen? Wie heeft de consumptiebonnen? Consumptiebonnen, godverdomme! Laat ze je godverdomme gewoon peigeren. Denk eens dat je een of andere debiel bent. Een of andere maniak. Ja, Jezus! Jezus kreeg nog wat te drinken, Jules. Jullie aan de kruising. Ja, water! Water! Of anders een gin tonic met een hoop ijs en een parasolletje. Ja, godverdomme. Nog steeds niks te zuipen, zeg. Laat ze allemaal de tering krijgen. Laat ze allemaal lekker de bommen de menskanker achter de hart krijgen. Ja, die hebben ze puinruimen. Paardenkut! Dank u wel. Deze wil ik wel weer meenemen, ja, want die is wel mee. Ja. En die stoel mee? Neem die stoel ook mee. Ja, ja, is goed. Zit die stoel even terug. Wordt in de rotzootje. Ga je ook mee? Ja. Kom maar. Dat is ja. Volgende keer ben jij weer, hè? Dames en heren, John Buisman en Kemper de Jong met Angel Eyes. Dat is een stukje uit Angel Eyes. Uit 1998? Dat wou ik net gaan vertellen, Arie Dilde. Oh ja, dat heb ik ook vernomen. Ja, hij gaat het weer spelen. Ze gaan het weer spelen en dat gaan ze doen in Walhalla. In de, niet in de kantine, maar in een loods bij Walhalla. En binnenkort gaat het hele stuk weer gespeeld worden. Wegens succes en reprise. Oké. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, zeker. Dus we zien allemaal het prachtstuk weer van Jules. Ik kijk even op de klok. Dat had ik eerder moeten doen, geloof ik. Hè? Als je eenmaal zit te lullen, is de tijd zo om, joh. Dat is het leuke ervan, weet je wel. Het gebeurt tegenwoordig weinig meer. Ja, dat je gewoon dat door... mensen echt met elkaar zitten te praten. Dus. Ja, eigenlijk heb je gelijk ook. We gaan door, nog een half uur. Zonder... nog een half uur. Zonder dat ze van... anderhalf uur. Kon jou dan naar schelen, man. Als het goed gaat, moet je er niet mee ophouden. Dames en heren, om de bewoners van de stad erop te wijzen... dat er zoiets is als poëzie... en dat een hele gemeenschap daar iets aan kan hebben... heeft men ooit het stadsdichterschap uitgevonden... Rotterdam deed er aanvankelijk niet aan mee, want de poëzie vibreerde natuurlijk al door de straten hier. En we hadden Jules Dilder, dus wat hadden wij aan een stadsdichter? Toch koos het stadsbestuur in 2009 om ook in Rotterdam aan een stadsdichter te beginnen. En op dit moment is dat Daniel D., ja. Die zich met enige grote regelmaat schatplichtig aan jou toont. Dus we hebben hem gevraagd om voor jou iets te schrijven. Oké. Dus dan komt zo'n changement, dus kan jij nog wat drinken? Ja, nee, klok, klok, gaat het goed klok, nog? Klok. Dames en heren, Daniel D. Oh. Voor wat het waard is, ik ben ook 12 november jarig, dus... Ja, ietsje later. Maar wel in de vorige eeuw geboren. Een fantasie over Dilder... En onder andere een anekdote over juffrouw Brievenbus. Allemaal ongelogen. Kijk, Interbellum was de eerste bundel die ik kocht. De schellen vielen me van de ogen. Zo kon het ook. Bij ons thuis hadden we alleen Toon Hermans. In de Citroën jakkerend over het fluisterasfalt, toerend langs de theaters in Den Landen, snelle plasbouzes, bij een pompstation en weer Gassenjaap. Dat zou het mooiste zijn. De heer Dilder achter het stuur, ik in de bijrijderstoel. Psychedelic Sally pompend uit de speakers, de lichten van de stad een uitnodiging als wij de skyline weer zien van Rotterdam om al daar nog naar de Witte Aap te gaan, willens en wetens eveneens een reële optie. Dat was mijn grootste fantasie als 15-jarige. Naast geïnterviewd worden door Sonja Barend
en mijn maagdelijkheid verliezen. Ik denk er nog wel eens aan hoe ik hem dan zou vertellen dat zijn gedichten praktisch het enige waren dat mij behoedde voor krankzinnigheid in het gereformeerde oud-Bierland. Of van die ene keer dat ik aan het spui Sander tegenkwam. Sander was al 17 en veel stoerder, rookte wiet alsof het sigaretten waren. En hoe hij, gezeten op een bankje aan de dijk, pochte over zijn nieuwe ontdekking. Het voelde alsof hij iets van mij gestolen had en dat vervolgens aangerand. Ik haatte hem daarvoor. Deelder was van mij en ik kon hem correct citeren. Of hoe de lerares Nederlands op de middelbare school glunderend vertelde dat zij als literaire groupie in de kringen verkeerde van Vinkenoog en Deelder. Hoe ze heette, ben ik vergeten. Dat ik sowieso iets in haar lessen heb opgestoken mag een klein wonder heten, want ze droeg altijd minirokjes en bezat blijkbaar niet de vaardigheid om decent haar benen over elkaar te slaan. Wij noemden haar derhalve juffrouw Brievenbus. En zo zijn er nog talloze anekdotes te vertellen, vooral die ene. Ik kan niet wachten om in de Citroën te stappen, maar Deelder zit natuurlijk niet te wachten op het slapgeouwe hoer van een onvergankelijke vereerder. Daar heb je psychiaters voor. Dank u wel. Okay. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, wat moet je erop zeggen? Dat weet ik niet. Wat moet jij doen? Nou ja, ik zou liegen als ik zei dat ik me niet gevleid voelde. Kijk. Ja, en ik durf zelfs wel te stellen, vereerd. Kijk. Ja, dan ben ik, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar ik bedoel, en ik moet zeggen, het klonk goed van ritme. Hè? Altijd belangrijk, ja. Daarom, en het sneed ook. Ja, het sneed ook wel hout, moet ik zeggen. Ja, maar er zit wel toekomst in de Rotterdamse poëzie. Daarom zeg ik, ik ben ontzettend benieuwd naar die bloemlezing van die 80, ja. Waar ik dus niet in sta. Maar 80 Rotterdamse dichters. Kunnen leren, waar hebben ze het allemaal vandaan gehaald? Ja. Onder welke stoeptegels zijn ze komen kruipen? Maar je hebt overal, want ik hoorde overal in kroegen ook, in de schouw en weet ik, we hebben ze poëzieclubjes tegenwoordig. Ja. En er komen allemaal mensen die Jezus, ja, liefhebbers neem ik aan. Hè? Volle zalen, zoals hier. Daar komen ze allemaal dus. Oké. Het is leuk dat het gebeurt, maar je moet er niet aan denken dat je er overal bij moet zijn. Maar het is prettig om te zien dat er mensen zijn die zoals je. Hij is natuurlijk al lang boven dat niveau uitgestegen. Hij loopt al een paar jaartjes langer mee. Het gaat hem goed. Tuurlijk. Ja. Nee, maar ik bedoel, er zijn nog en van die 80, ik garandeer je dat jij er geen een van kent, bij wijze van spreken, denk ik. Kom jij bij de presentatie bij die 80, zaterdag? Zaterdag? Is dat zaterdag? Ja. Waar? Hier. Hier? Hier, volgens mij is het in het Poëziecafé zaterdag, dus tussen vier. Nou, alles wat je er nu over gezegd hebt, moet je wel komen. Zaterdag. Wat is het zaterdag? Welke datum is dat? Dat is 14 juni, Jules. 14 juni. Nou, alles wat je erover gezegd hebt, moet je er wel zijn. Ik bedoel, dat hou ik ook. Die agenda, ik heb het niet meer in mijn hoofd. Maar ik bedoel, daar heb ik Arie voor. Nou. Hij kan niet. Hij kan niet, hè? Nee. Ik kan niet. Ik ben in Zierik. Ik weet het al. Ik speel in Zierik. Nee, ik moet in Zierikzee spelen met de Deldeliers. En overdag in Amsterdam. Kijk. Zo, alweer. Nou, moet je luisteren, kijk. 80 gedichten over Amsterdam van Jules Deelder. Ik kom daar optreden, maar ik bedoel, ik ga mij niet voorschrijven wat ik wel en niet kan doen natuurlijk. Hè. Maar ik wil ze best wel voorlezen over Amsterdam. Oh jee, daar kennen ze de rol op. Ik ben erg nieuwsgierig naar het boek 80 gedichten van Jules Deelder over Amsterdam. Maar de tijd zit er bijna op. Weet je dat er trouwens een bloemlezing uitkomt als ik 70 word? Hè? Hoe heet dat? Ingeleid. Mm-hmm. En gekozen en ingeleid door Ahmed Aboutaleb. Heel goed. Ja, want dat is ook in zijn diepste wezen een dichter, hè? Dat zou hij althans willen zijn. Hij heeft wat met poëzie. En ik ben ontzettend benieuwd, in de eerste plaats, verder niks aan te doen. Hij kiest eruit. Hij kiest en hij schrijft ook een inleiding, ja. Waarin hij, naar ik aanneem,
iets zinnigs gaat zeggen over mijn poëzie. Nee, en dat vind ik wel interessant, want hij komt toch uit een... Weet je wat, dat je iemand die uit iets totaal anders komt, daarnaar kijkt. Ook wat zal hij kiezen, weet je wel? Maar dat weet je nog niet. Je hebt er nog helemaal geen contact mee gehad. Nee, dat wil ik ook zo lang mogelijk uitstellen. Nou, daar zie ik ook naar uit. Nee, ik wil geen ruggespraak, maar, bedoel, nee, maar ik ben benieuwd. Hij moet werk doen. Ja. Zoals ik in het begin van de inleiding al zei, dat een normale deelde avond 6 weken duurt. Dat idee heb ik nu ook wel. Het feest gaat dadelijk beneden door. David C., een van jouw ik begon net een beetje op stoom te komen. Ja, dan mag je beneden bij David C. verder. Die gaat plaatjes draaien. Ja. Het laatste woord is, zoals het hoort, natuurlijk aan de poëzie. Dus dat laat ik aan jou. Maar voordat ik vraag om een uitsmuiter aan jou, wil ik een paar mensen bedanken die dit programma mogelijk hebben gemaakt. Arie Deelde, u hoorde haar net al. Dank Marjolein Abel, Carlijn van Gravenstein zit hier. Annemarie. Lisbeth Huijer, Edwin de Vries, Annemarie, Peter Bulthuis, Remco Kampert, John Buisman, Keimper de Jong, Daniel D., Kammer Geurka, Oscar Verhaar, Wiek Heijmans, Hans Koolmees. Heel veel mensen hebben meegedaan aan deze avond. Dank daarvoor. Applaus daarvoor misschien. En dan is de historische dagafsluiting door nachtburgemeester J.A. Deelde. Oké, nou, ik wat heb zou je willen doen? Ik heb een cyclus, dat zijn 10 gedichtjes en gedichten. En dat heet Rotterdamse Korst. Gaat als volgt. 1. Waar de natie bietjes eet, bikt Rotterdam zijn kroten. Vandaar dat hier de krotenkoker heerst, waar elders in den landen de zakkenwasser prevaleert. Dat is 1. Dat is 1. 2. De frikandel is al sinds jaar en dag de populairste doodsoorzaak in Rotterdam. En dat wouden we graag zo houden ook, omdat het anders kanker wordt. 3. In prehistorisch Rotterdam gold uierboord als godenspijs, waarvoor men met een pannetje bij de slager in de rij stond, maar als slachtafval in feite voor de varkens was bestemd. 4. Als je niet vreet, ga je dood, wist opoe Herfst 106, al voor ze geboren werd. Als hij het wel doet ook, dient daarvoor de goede orde nog aan toegevoegd. 5. De kapsalon, zowel de grote als de kleine, komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Het is een ultravette hap, waar een hond geen brood van lust, maar een Turk wel pap. 6. Gerookt of gebakken valt een Harderwijker best te makken, maar niet in Rotterdam. Daar is en blijft het een boerenlul die moeilijk van zijn poen af kan. 7. Rotterdamse korst is voor een buitenstaande niet te knagen. En alleen de sterkste magen kunnen hem of haar zonder gevaar voor brandend zuur of darmkatar verdragen. De Rotterdammer is erop gemaakt en zal hooguit om de tomatenketchup vragen. Snap met drijfijs, sterf op straatworst, steek de moord en kapsalon, nazi-geuring, neukpatronen, kroten, kaantjes, uierboord. Zie daar de Rotterdamse keuken met de complimenten van de kok, dat is die bolle met die badmuts en dat maffe schotje voor. Kanen, knagen, hooien, grazen, schaften, makken, pruimen, prakken, bunkeren, bikken, happen, slikken, hachelen, snaaien, lossen en laaien. Rotterdammers doen het gaarne. Zolang het maar geen tafelen wordt. En zeker niet met mes en vork. 10. In Rotterdam is het leven heel simpel. Men eet er het liefst met zijn lepel. Dames en heren, Jules Deelder.